Goedemiddag allemaal. Nou, eerlijk gezegd valt me de stoelbezetting best mee. Ik dacht Europese verkiezingen, wow, loopt niet iedereen warm voor. En het is maart en het wordt steeds meer lente. En Achterhoek is stapelgek op fiets op zondag. Dus, maar hartstikke fijn dat jullie hier gekomen zijn, want we hebben een heel interessant programma. We gaan het hebben over de Europese verkiezingen die heel erg belangrijk zijn. Waarom zijn ze belangrijk? Wat is de koers die Europa in gaat slaan gezien al die mondiale ontwikkelingen? Maar ook gezien de protesten van de boeren enzovoort enzovoort. We gaan het hebben over waar komt de afkeer van links vandaan? Waarom kiezen mensen veel liever voor allerlei andere partijen als in godsnaam dan maar Frans Timmermans niet in het torentje komt? Daar gaan we het ook over hebben. En we gaan het hebben in het tweede gedeelte, bij tafel 2, over de kloof in de gezondheidszorg met Angela Maas en met Sander de Hosson. En dan ook de kloof tussen gezondheidsverschillen en de zorg voor vrouwen en mannen. En ook over, dat is Sander de Hossons specialiteit, hoe het kan dat ondanks alle voornemens voor hele goede palliatieve zorg, mensen graag thuis willen sterven en hoe vaak dat toch weer misloopt. Dus ik hoop dat het desondanks toch een beetje opbeurend programma is. We hebben natuurlijk muziek van Boas van Dijk, daar gaan we zo meteen ook naar luisteren. En u kunt het terugkijken voor de mensen thuis. U kunt nu kijken naar, via openwebcast.nl. Dan kunt u ook thuis vanaf de bank alles volgen. En ik nodig heel graag mijn co-host nu uit en de gasten Peter Kay. Hoi. Ga lekker zitten, jongen. Je was er vorige keer ook en dat beviel zo goed dat we dachten, kom jij maar terug. Ja, fijn dat je er bent. Ja. En dan, hij gaat de kaart trekken met de Europese verkiezingen voor het Europarlement voor PvdA GroenLinks. Nee, GroenLinks PvdA, ik moet het wel goed zeggen. Bas van Eickhout. Hey Bas, welkom. Ga zitten. En dan is de volgende gast Hand en Broeke. Hij heeft lang gewerkt in Brussel, is VVD-Kamerlid geweest en is nu verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En ik ben hartstikke blij dat hij hier is. Hand en Broeke. Welkom, Han. En in het programma stond ook Ron Meijer, programmadirecteur van Heerlen Noord, die alles weet over de kloof van arm en rijk qua gezondheid en qua andere onderwerpen. Maar die is zelf helaas ziek en behoorlijk ziek ook. Dus mocht hij kijken, beterschap, jongen. Goed. We gaan eerst even luisteren naar de muziek. Boas van Dijk. Oh hello, how you doing, how you feeling? Is there something to cry about, is something you've been dealing with? I know you don't always like to talk to me, but let me listen, and I'll set you free. Don't be concealing, just believe me in the words I say. I could leave it and let you go on your own and stray. Oh, now you're talking, you're asking me to stay. Oh God, oh no. On a rainy morning afternoon, I don't know what you mean precisely. There's some trouble coming our way, but if you listen, I can make the world brighter today for you, my politician. Oh, hello, how you doing, how you feeling? Is there something to cry about? Is something you've been dealing with? I know you don't always like to
talk to me, but let me listen, and I'll set you free. Don't be concealing, just believe me in the words I say. I can leave it and let you go on your own and stray. And now you're talking, you're asking me to stay. Oh God, oh. Even staan, Paul was. Er staat nu wel een beetje in het donker. We blijven achter een microfoon staan. Nou, dit was een prachtige aftrap. Hoor je straks nog twee keer. Is dit ook een beetje jouw stijl zo? Ja. Ja? Ja, dit is wel mijn blijste nummer. De meeste zijn wat rustiger. Maar, ja. En hoe lang ben je al bezig met muziek? Ik speel ongeveer gitaar 4 jaar lang. En ik denk dat ik 3 jaar lang ongeveer een echt nummer schrijf. Je schrijft ze zelf? Ja. Jee, wat goed zeg. Ja. Dus dit is geen plagiaat, kunnen ze bij jou niet vinden? Nee. En waar treed je zoal op? Nou, vooral nog kleine cafeetjes. Ik treed nog niet heel vaak op. En dit is ook best wel nieuw voor mij. Dus ja? Nog even aan het aftasten. Ja. Wie weet is dit de grote doorbraak. Maar dankjewel en ik verheug me al op je volgende nummer. Zeker nu ik weet dat het echt allemaal door jezelf is gecomponeerd. Dankjewel ervoor, Boas van Dijk. Bedankt. Wat een bescheiden jongen trouwens, hè? Ongelooflijk. Ben je niet gewend. Goed. De Europese verkiezingen. Ik knal hem er zomaar in. Hier zitten alleen maar bescheiden jongens, toch? Of niet? Zeker, ja. Wat zeg je, Han? Hier zitten alleen maar bescheiden jongens, toch? Of niet? Ja. Hoop ik voor. Nou, politici en bescheidenheid, dat is een hele lastige combinatie. Journalist en bescheidenheid is even lastig. Dus dat gaat het niet worden. De Europese verkiezingen, even van jullie allebei. Waarom zijn ze deze keer zo ontzettend belangrijk? Oekraïne. That's it. Ja. Toekomst van onze economie wordt bepaald. Onze economie wordt de komende decennia bepaald. En we kunnen echt het verkeerd doen, we kunnen het goed doen. Noem eens een voorbeeld dan wat jij denkt dat je ziet echt gaan. Dat de industrie op dit moment echt aan het twijfelen is. Waar gaan we naartoe? In de wereld wordt er fors geld tegenaan gegooid. En wordt dat echt, worden bedrijven gelokt om weg te gaan uit Europa. Investeringskeuzes worden nu gemaakt voor de toekomst. En het is maar de vraag of dat in Europa gaat gebeuren. Ja. Die keuzes zijn de komende 5 jaar worden wel echt heel erg bepalend. Maar heeft dat ook niet ontzettend te maken met dat... De linkse vleugel in Europa, maar ook in Nederland, onder de Green Deal zulke enorme zware eisen is gaan stellen aan de hele industrie, dat ze dat gewoon niet kunnen bijbenen. Dat is nou precies een misvatting. Nee, als je nu gaat kijken naar de industrie, die zegt juist, geef ons duidelijkheid. En 5 jaar geleden met de Green Deal heeft Europa gezegd, Europa wil die kant in. En als wij nu na 5 jaar, nu het moeilijker wordt, hè, dus dat ik denk dat niemand dat ontkent. Hè, het was natuurlijk, alle regeringsleiders hebben gezegd, we gaan klimaatneutraal worden. En toen zei ik al, ik heb niet het gevoel dat elke regeringsleider precies weet wat hij zegt op dit moment. Ik zeg natuurlijk niks over Mark Rutte. Je mag rustig over Mark Rutte. Nou goed, ik had het ook eigenlijk wel, ik twijfel ook wel bij Mark Rutte om heel eerlijk te zijn. Dat hij echt weet wat dat betekent, klimaatneutraal. Dat is een gigantische ombouw van onze industrie. De industrie wil dat, maar heeft dan wel duidelijkheid nodig, heeft steun nodig, heeft energie nodig, heeft infrastructuur nodig, heeft natuurlijk ook mensen daarvoor nodig. Dus allerlei wensen die daarvoor nodig zijn. En als je dan nu na 4, 5 jaar zegt, toch maar weer niet, we gaan een andere kant op. Terwijl Amerika heel veel geld er tegenaan gooit, China die gaat die kant op. Ja, dan zij lokken onze bedrijven weg. Het grootste bekendste voorbeeld is nu ASML, hè? De grote chipsfabrikant, waar Nederland apetrots op is, want dat hebben we toch maar. Die zegt nu ook, ik heb echt niet zo'n zin meer om hier te blijven, ik ben heel erg aan het twijfelen. Nou, ze hebben het iets genuanceerder gezegd, hè? Maar ze zeggen wel van het komt er wel op neer. Nou ja, het is wel fascinerend dat eigenlijk ASML heeft gezegd van, we hebben vooral knappe koppen nodig en we weten eigenlijk niet of in het huidige politieke klimaat dat nog wel naar Nederland komt. Ook omdat die expats dus niet meer zo'n riante regeling hebben. Ja, dat zijn arbeidsmigranten die we dan expats noemen.
Ja, dat is altijd fascinerend. Als ze veel verdienen zijn het expats, als ze weinig verdienen zijn het arbeidsmigranten. Maar daar, die discussie, ja, dat is toch zo. Zo wordt erover gesproken. En ik vond het weer fascinerend dat Dilan Yüksekdag meteen zei, ja, zie je wel, dat komt, komt door links. Terwijl je denkt, nou, volgens mij was nou net de roep van ASML, kijk uit met de komende regering, hoe jullie omgaan met bijvoorbeeld arbeidsmigratie, wat dus precies zo'n discussie is. Nou ja, dat laat zien dat de bedrijven zich echt zorgen maken, ook over het komende beleid. En volgens mij is Green Deal dus echt niet het, er zijn heus ongetwijfeld problemen bij, maar dat is absoluut niet het enige probleem. Han, gaan we die strijd verliezen om het behoud van de grote bedrijven? We zijn op dit moment aan het verliezen en ASML, nu pas wakker worden met ASML is te laat wakker worden. Want we zagen het al veel eerder en er zijn ook veel eerder bedrijfsleiders die al hebben lopen waarschuwen. En het is ook, ik merk het nu zelf, ik ben nu een paar jaar voorzitter van een branchevereniging die een hele Hollandse branchevereniging is, namelijk die van de garagebedrijven, de BOVAG. Daar zitten hele grote bedrijven zoals Pon en Lauwman en Van Mossel, dan heb je het over miljardenomzet. En het is ook het garagebedrijf bij u om de hoek die bij wijze van spreken met een paar reparaties in de buurt nog proberen hun omzet overeind te houden. En om nou maar gewoon een voorbeeld te geven, wat kijk, Bas en ik zijn van dezelfde generatie politici, alleen hij is wat succesvoller en ik ben eerder uitgestapt en daardoor weet ik ook een beetje hoe het regelgeving die hij bedenkt, hoe die in het echt uitpakt. En als je dan ziet in die garagebedrijven van ons, hoe ze enorm hun best doen om die omzetting te maken. Precies om de reden die Bas nu noemt, omdat ze helderheid en duidelijkheid willen. Want ja, Nederland heeft geen auto-industrie, helaas, maar heeft gewoon geen auto-industrie. Dus wij moeten het hebben van heel veel helderheid, van wordt er nu volgend jaar wel of niet elektrisch gereden? Moeten we wel of niet inkopen? Moeten we, kunnen we wel of niet op een subsidie rekenen? Moeten we wel of niet een batterij die zwaarder is in een volledig uitstootvrije auto gecompenseerd zien? Nou, al die onduidelijkheid maar blijft bestaan, en die blijft bestaan omdat er nationaal niet helder wordt regelgegeven, maar ook bijvoorbeeld op Europees niveau, waar Bas zijn best doet. We hebben ontzettend in de Europese auto-industrie hebben zitten dwingen om diesel schoner en schoner en schoner te maken. Even los van het dieselschandaal waar de auto-industrie natuurlijk zelf voor verantwoordelijk is, zijn diesels op dit moment zo schoon dat ze in mijn ogen ten onrechte gecriminaliseerd worden. Ik heb nu net, ben ik begonnen aan mijn tweede elektrische auto, 5 jaar lang gereden in een elektrische auto. Maar dan moet je 140.000 kilometer in rijden voordat je een diesel verslaat. Maar een diesel, ja, dan ben je ongeveer een soort klimaatmoordenaar als je daar. Maar Han, je legt het nu heel erg op dat groen, maar volgens mij zijn die bedrijven ook heel onrustig aan het worden vanwege het onduidelijke kabinet wat eraan zit te komen. En vanwege bijvoorbeeld. Nee, de meeste bedrijven bij mij die vinden het prima als er nou maar een keertje een kabinet komt. En ze zitten echt niet te wachten op. Ze worden ook niet zo heel erg onzeker van wat er aankomt. Heeft wel te maken met, blijft Nederland nog internationaal georiënteerd? En, nou, dat heeft toch alles te maken met het kabinet wat er aan komt? Zeker. Er is natuurlijk een partij, de Partij van Wilders, die de grote overwinnaar van de verkiezing is, die natuurlijk eigenlijk gewoon geen internationaal beleid heeft. Ja, ze hebben een opvatting over dat Vlaanderen bij Nederland moet en dat alles wat Israël doet oké is. En dan houdt het ongeveer op met een buitenlandbeleid. Dus wat dat betreft, daar kan je weinig van verwachten. Maar ik denk dat Geert Wilders het meest op dat vlak zal inleveren. Maar het is wel de partij waar jouw partij graag mee samenwerkt en ook de voor niet open graag, heeft gezegd. Niet natuurlijk. Graag, we hebben een keer mee samengewerkt. Bleek volstrekt onvertrouwbaar te zijn. Ik bedoel, Geert liep weg toen hij 11 miljard moest bezuinigen. En zag in de peilingen dat hem dat niet in dank werd afgenomen. Dus het is niet zo dat je graag met die partij regeert. Het is alleen zo dat de kiezer dat op dit moment dicteert en ook verwacht. En dat heeft te maken met migratie, niet met economie. Maar ik wil even weg van het nationale gezeik over Wilders. Sorry. Ja, het gaat direct over Wilders, hè? Ja, precies. Wij proberen het een beetje over Europa te hebben. Straks, mag ik het dan weer over Europa hebben? We komen straks ongetwijfeld weer over een eventueel kabinet Wilders spreken, als we het hebben over de teleurgang van links, want dat, zo kun je het al noemen. Dus dan kun je all-out voor Peter, dus don't you worry. Als jij naar all-out op links gaat, ik wil even nog bij de grote Europese ontwikkelingen blijven. En ik wil even nog, Han, jij zei meteen Oekraïne. Ja. Je ziet op dit moment komen de geluiden op. Misschien moet toch wel onderhandeld worden met Poetin. Ja. En geluiden van, we moeten ons helemaal niet zo druk maken. Je denkt toch niet als Poetin Oekraïne heeft ingenomen, dat hij dan ook nog die andere staten gaat innemen en binnenvalt. Wat een bangmakerij, dat is alleen maar om de oorlogsindustrie, de economieën op te krikken. En tegelijkertijd zie je Medvedev, zeg maar, Poetin de Tweede,
zie je voor een grote kaart, een Engelse kaart notabene staan, hoe Oekraïne, de koek al wordt verdeeld. Een groot deel natuurlijk voor Rusland, dan gaat er een deel naar Polen en dan gaat er een deel naar Roemenië. Wat moeten wij met die geluiden dat het allemaal mee gaat vallen? Nou, ik zou zeggen tegen de mensen die nu nog denken dat het meevalt, die moeten al onder een steen hebben geleefd sinds 20 februari vorig jaar. Want dat kan je echt niet meer beweren, het jaar daarvoor, kan je echt niet meer beweren. En het is ook niet zo dat je bij wijze van spreken nu al kunt aanwijzen, hij zal daar of daar invallen, hoewel ik het niet uitsluit. Moldavië heeft het ook laten zien in Georgië. En er zijn altijd met de Baltische Staten en zelfs met Polen zijn er wel degelijk aspiraties. Wit-Rusland is hij eigenlijk de facto al aan het innemen. Maar het gaat veel verder. Kijk, Poetin draait zijn hand er niet voor om ook verkiezingen in het Westen om te ontregelen. Ze begonnen in 2016 met Trump. Er zijn 12 Amerikaanse inlichtingendiensten die dat onafhankelijk van elkaar allemaal hebben bewezen. Wordt in Nederland door een aantal mensen nog steeds ontkend. Hij zal dat ook in Europa proberen. Misschien wel te beginnen in Servië, wat een soort van bruggenhoofd voor hem is. Dus die ontregeling van de westerse democratie, van onze manier van leven, die is zo existentieel, die is zo urgent en die is zo nu aanwezig, dat ook dat een vorm van oorlogvoering is. En die kan heel makkelijk overslaan in opstanden, in ontevredenheid. Ja, en dan is het lont in het vat is zo aangestoken, en dat zie je in alle westerse samenlevingen, dat dat misschien nog wel veel bedreigender en directer is. En dat is ook de nefaste invloed van het autocratische Rusland, dat wij in gang laten gaan, ja, op het moment dat ze kunnen wegkomen met het happen nemen uit andere landen die soeverein zijn. En dat ze de fundamentele afspraak die in Europa na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan, namelijk dat grenzen worden eerbiedigd, soevereiniteit mits erkend, ook wordt eerbiedigd, en dat de vrijheid van volkeren om hun eigen regering te kiezen, dat die overeind blijft staan. En die is weg sinds 2 jaar geleden. En dat is een schande dat wij daar zo weinig aan doen. Daar komen we ongetwijfeld op. Maar de Amerikanen, dat ze ons overeind moesten helpen toen we na de Tweede Wereldoorlog in puin lagen, tot je dienst, konden we niet anders, we lagen in puin. Dat we na de val van de Berlijnse muur dat ons hebben laten overkomen, we waren onvoldoende verenigd, tot je dienst. Maar wat is eigenlijk nu ons excuus? Kijk, Nederland loopt nu in de voorhoede. We hadden het er net in het voorgesprek even over. Maar de eerste 3 maanden van deze oorlog draalden Hoekstra en Rutte ook enorm. Die stonden naast Zelensky en hadden niks bij zich. Terwijl het hoofdgebouw van het paleis van Zelensky werd op dat moment de Pool ontvangen. Die had zijn halve leger bij zich. Kijk, nu doet Nederland dat anders. Maar 2 jaar geleden was het echt niet zo best. We hebben te lang gewacht. Veel te lang gedraald. En nu doen we te weinig. Deel jij deze sommige voorspellingen ook over dat via allerlei kanalen onze wereld nu al wordt ontregeld door Poetin en consorten? Ja, dat is ook wel een feit. Ga naar Griekenland, ga naar Bulgarije. Daar zeggen collega's het ook, hoezeer daar de Russische desinformatie ook die samenlevingen nu al beïnvloeden. Wat gebeurt er in Griekenland dan specifiek? Nou ja, dat zijn Han noemde Servië, maar eigenlijk zijn ook Griekenland en Bulgarije, dat zijn natuurlijk ook meer landen die ook qua religie, orthodox. Zitten dichter tegen Rusland aan. Dus daar is ook de bevolking heeft nog wel historische banden met de orthodoxe kerk. Nou ja, we hebben natuurlijk ook vaak de rol van de orthodoxe kerk gezien in deze oorlog. Dus je ziet gewoon dat op allerlei fronten Rusland eigenlijk onze democratie probeert te verzwakken. Dat is wat ze doen. En dat zie je op allerlei fronten. En volgens mij weet niemand precies wat Poetin van plan is. Misschien weet je het zelf nog niet eens heel goed, maar niemand weet dat precies. Maar wat wel heel duidelijk is, hij heeft 1 doel en dat is Europa verzwakken. Want hij heeft helemaal geen behoefte aan een sterk Europa aan zijn grens. En hij wil inderdaad op een aantal fronten gewoon het oude Russische Rijk herstellen. Nou, daar heeft hij nu hele duidelijke ideeën bij Oekraïne. Medvedev laat er een kaartje, maar dat is ook een beetje voor buitenlands gebruik. Om eigenlijk ook meteen een beetje te stichten bij Polen en Roemenië. Daar zit misschien ook wat voor jullie in. Een beetje oude truc, hè, dat je probeert van, nou, maar jullie kunnen ook wat krijgen. Maar ja, toch getuigend van ongelooflijk arrogante lef om dit notabene in het Engels
Ja, maar het is allemaal bedoeld om ons te destabiliseren. Dat is het hoofddoel. En dan vervolgens, als hij daar grondgebied voorbij kan krijgen, is dat mooi meegenomen. En hij zal echt niet in één keer helemaal doorrollen naar Berlijn. Maar als hij weer nieuwe stukken kan krijgen, waarom niet? Maar wat hij in ieder geval wil, is een stuk van Oekraïne, om Oekraïne eigenlijk van de kaart af te krijgen, zoals het er nu is. Want dit is gewoon een hele lastige bufferstaat die anders richting Europa gaat. En vervolgens is het volgende doel om de rest van Europa te verzwakken. Ja. Dat is de opdracht. En dat maar is toch, waar hij aan werkt. Ten Broeke zei net, Oekraïne, daar gaan die verkiezingen over. Jij had het over economie. Maar ben je toch... Is met elkaar gerelateerd ook wel. Nou, dat geloof ik wel, maar defensie zal heel veel geld gaan kosten. Dat was niet de hobby van GroenLinks vroeger. Nee, maar kijk, wij maken ook vorderingen. Dat is altijd wel verfrissend. Weg van het gebroken geweertje. Ja, kijk, in ons verkiezingsprogramma hebben we volgens mij voor de eerste keer nu gewoon keihard gezegd, we moeten die 2% NAVO-norm halen. Ja, dat hebben we nu in ons verkiezingsprogramma staan. En dat is zeker een verandering ten opzichte van 5 jaar geleden, absoluut. Ja. Maar ja, weet je, misschien is dat, wij geven toe wanneer je moet aanpassen en wanneer je zegt, we gaan het nu beter doen. Dat zouden misschien andere partijen ook wat mogen doen. Dat hoor je weinig bij de VVD, wij zeggen. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld de gasverslaving. Sorry hoor, maar de gasverslaving van Nederland, met name ook naar Rusland toe. Nord Stream 1, Nord Stream 2, waar de VVD, die wilde de gasrotonde van Europa worden. Ik heb daar nog niet echt gehoord van de VVD. Ja, sorry, daar zaten wij verkeerd. Dat ga je nu horen, denk ik. Ja, voilà. Toch win aan. Kom. Jawel. Nee, ik zou je niet teleurstellen. In 2014 hebben we als Europa een enorme fout gemaakt door, ondanks het feit dat, en Nederland in het bijzonder, met het neerhalen van MH17, en waarbij bijna 200 Nederlandse medelanders dus ook een dood vonden. Dat had voor ons natuurlijk een ultieme wake-up call moeten zijn in geopolitieke zin. En wat we hebben gedaan is dat we sindsdien als Nederland onze gasafhankelijkheid hebben vergroot. 30-40%. Nou, het grote punt op aan, en ik heb daar wel iets van gezegd, maar veel te weinig. Ik heb toen op een gegeven moment de VVD-fractie wel een andere lijn ingenomen dan het kabinet. Waar onder andere Henk Kamp, de minister van Economische Zaken, ook een VVD'er en in deze contraille niet onbekend. Zei van, dit is een industrieel project, dat is een economisch project. En ik heb toen gezegd, nee, dit is een geopolitiek project, want dat kun je ook zien. Want ze hebben al een paar keer aan de gaskraan gedraaid. Je kunt dit niet zonder, de energie kan je niet loszien van de geopolitiek. Dus daar hebben we wel iets van een draai in gezet, maar onvoldoende. Die gasrotonde, daar ben ik tot op de dag van vandaag niet tegen. Het probleem is alleen, je zult alle vormen van energie nodig hebben. En dat is misschien soms het besef wat bij GroenLinks te weinig aanwezig is. Is dat je, als je de komende 7 tot 11 jaar bekijkt en je wilt heel hard van Russisch gas af. En dat doen we nu, daar zijn we in 2 jaar in geslaagd. Rob Jette bijvoorbeeld verdient daar echt wel een compliment voor. We leveren ons met huid en haar uit aan de Chinezen op dit moment vanwege de afhankelijkheid die daar weer onder zit van andere grondstoffen die we weer nodig hebben voor de energietransitie, voor magneten, voor batterijen, voor zonnecollectoren, et cetera. Wat moet Europa gaan dan doen moeten dan? We dus weer afhankelijkheid we zullen weer de mijnen in moeten. Ik had ooit een mooie discussie met Bert Koenders, die we allebei goed kennen. En Bert is nu voorzitter van de AIV, dat is het hoogste adviescollege buitenlandbeleid van de regering. En dan zeg ik aan Bert, Joop den Uyl sloot ooit de mijnen. Denk je niet dat het tijd wordt om ze weer te openen? Dat was natuurlijk een beetje raillerend bedoeld. Als een goede sociaaldemocraat vond hij dat niet heel grappig. Maar dat hoeft ook niet. Maar we moeten in Europa de mijnen wel weer heel snel openen. Bijvoorbeeld in Noord-Zweden. En daar zie je iets heel interessants gebeuren. Heb je het dan weer over steenkool? Nee, je hebt het over germanium en mangaan en kobalt en alle andere vormen van. Ja, je zegt maar dat hele elementaire systeem, hoe noem je dat tegenwoordig? Hoe noem je dat toen? Periodiek systeem. Jouw scheikunde is ongetwijfeld beter dan het mijne. Ik heb het gestudeerd. Dan voel ik me niet bezwaard. Dan voel ik me wat minder bezwaard, deze politicoloog. Maar in het noorden van Zweden bijvoorbeeld, en dat is wel interessant om daar Bas zijn opvatting over te horen. Daar zie je dus nu iets interessants ontstaan. Er moet een dorpje worden verplaatst, omdat men daar op zoek is naar grondstoffen die nodig zijn voor die energietransitie. En die willen we met z'n allen. En die is ook heel hard nodig.
En wat daar ontstaat is dat je hebt twee vormen van klimaatbeweging die daar tegenover elkaar komen te staan. Dat hebben we niet eerder gezien. Aan de ene kant de mensen die willen dat de klimaat- en energietransitie harder en sneller gaat. Daar hoor ik ook bij. En aan de andere kant de mensen die vinden not in my backyard. Dus dat er niet gedolven mag worden, want het is heel smerig. Alleen op andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Mongolië, gebeurt het nog veel smeriger. En daar doen ze het met allerlei vormen van nucleaire energie. En dan zijn er grote meren met nucleair afval. Daar weten we amper het bestaan van, maar dat doen we, terwijl we er wel onze energietransitie mee financieren. Dat zullen we in Europa anders moeten doen. Dus, Bas, de mijnen in. De mijnen in. Kijk, als Han had zitten opletten een beetje, dan had hij geweten dat er Europese wetgeving voor is, die gewoon gesteund is door de Groenen, waarin we gaan zeggen dat er meer inderdaad ook weer mijnen geopend moeten worden in Europa. Dus soms, ik heb het gevoel, kijk, het is leuk voor het debat, dat er met hele oude beelden over GroenLinks PvdA wordt gewerkt. Maar volgens mij hebben wij al heel lang een draai gemaakt om ook te zeggen van we zullen ook op grondstoffen, zullen ook als Europa zelf aan de bak moeten. Daar hebben we zelfs wetgeving voor gesteund. Maar, en dat blijft wel een feit, al die grondstoffen, Europa heeft gewoon vrij weinig grondstoffen. Relatief gezien zullen wij altijd importafhankelijk blijven van grondstoffen. Dan moet je dus twee zaken doen. Ten eerste is veel zwaarder inzetten op circulaire economie. Want we hebben nog steeds een ongelofelijke verspillende economie, waarin allerlei grondstoffen eigenlijk gedumpt worden, verbrand worden en elders worden, zodat we dat niet meer waardevol kunnen hergebruiken. Die circulaire economie, dat is tot nu toe nog steeds, ja, iedereen vindt dat leuk, maar het is nog steeds een beetje een hobbyproject. Dat moet echt veel fundamenteler. Dat betekent ook veel meer politiek op sturen. En het tweede is, wij zullen veel meer moeten gaan nadenken als Europa over een grondstoffenpolitiek zoals China dat doet. Waarom is China nou zo goed in de elektrische auto? Omdat zij 10 jaar geleden al keuzes hebben gemaakt om die hele aanvoerketen, niet alleen binnen China, maar ook om na te gaan denken in contacten met landen voor grondstoffen. Ja. Dus dat laat zien. Ja, ik wil even. Hoor even, maar wacht even, want dit is hoor, precies de geopolitiek. Hoor even. Nee, Bas, hoor even. Oh, sorry. Tegen Bouke zeggen, hoor even. Hu. Mijn god. Ja. Bouke, mag ik even? Ja. Jij zegt dat nu, hè? 10 jaar geleden, maar 10 jaar geleden maakten wij dus in Europa de keuze, dat heette bronbeleid, om de Europese auto-industrie, waar ik het net over had, om die te dwingen, Euro 6, straks Euro 7, om steeds goedkoper en schoner. Dus al die Duitse ingenieurs zijn bezig geweest om de laatste druppel efficiëntie uit die dieselmotor te knijpen. Zijn ze goed in geslaagd, maar we hebben nu een enorme achterstand op het gebied van de accu's. Ja. Die moeten we heel snel nu inlopen. Er zijn wel wat positieve ontwikkelingen, maar zijn er te weinig. En als ik met mijn leden nu probeer accu's te gaan inzamelen, om ze bijvoorbeeld weer te hergebruiken op bouwplaatsen, waarmee je dus CO2-neutraal en zonder uitstoot van fijnstof die bouwprojecten kunt laten doorgaan. Okay. Dan word ik tegengewerkt door allerlei vormen van milieuregelgeving. Dus het is gewoon niet waar dat we daar, en we gaan het er ook niet meer redden, by the way. Ten eerste nu word ik een beetje, want je hebt het er net al over gehad, dat de dieselauto wordt gecriminaliseerd, was volgens mij je terminologie. Totaal. We hebben tegenwoordig HVO, hè? Dat is Doet ook een klein diesel, beetje, veel te duur. En straks met bijmengen. Maar goed, even terug naar die diesel. Ja. Die diesel rijdt nog gewoon rond. We hebben daar eigenlijk dus juist, hebben we te lang op de dieseltechnologie ingezeten als Europa. Dat zeg je nu ook zelf. Ja. Waarom? Omdat de normen die wij stelden eigenlijk te slap waren. En de toezicht was nul, waardoor ze eigenlijk niet hebben geïnvesteerd in schone diesel, maar in schone software om die dieselnormen te omzeilen. Ja, dat is dus daar hebben ze ook in geïnvesteerd. Nee, diesel, jawel. Dat is dat die dieselmotor is heel schoon. Niet door elkaar, jongens. Han, wat dat laat zien is dat slap beleid ervoor gezorgd heeft dat Europese industrie is gaan slapen in plaats van echt aan innovatie te gaan werken. Ik wil even weg van het verleden, wat we allemaal verkeerd hebben gedaan. We hebben het z'n allen meegedaan dat we verkeerd doen. Komen ze allemaal prima uit. Lekker luis leven hier allemaal met ons gas en al die toestanden. Ik wil er even van weg. Ik wil namelijk, in juni zijn nu Europese verkiezingen. Je ziet nu al enorme draaien in dat hele Europa in Brussel. Komen boeren uit Frankrijk, Duitsland, overal vandaan, België, met grote trekkers, belegeren bijna Parijs. En je ziet in één keer dat von der Leyen, die nog eventjes ontzettend enthousiast was over de Green Deal van Frans Timmermans, een enorme schuiver maken. En gesteund door de anderen, door de meeste anderen ook. En al die eisen die ze hadden voor de landbouw, die gaan eventjes nu gewoon van tafel. Want dat kan niet. Die boeren hebben het nu wel heel erg slecht, wat ze ook vaak hebben. Maar, en voor andere dingen is ook de natuurherstelwet. Dat is de helft, denk ik, van wat die was.
Ongeveer, als ik het zo inschat. Nog iets minder. In ieder geval een stuk behoorlijk uitgekleed. Ja, ja. Dus hoe zit het met de groene koers van Europa? Volgens mij is die gewoon, voor een groot gedeelte wordt die nu losgelaten. Nee, kijk, de verkiezingen komen eraan. Hè. Dus ook Ursula von der Leyen, die moet de steun krijgen van de ChristenDemocraten. En die zijn in paniek. En von der Leyen weet gewoon dat ze... Ze zijn in paniek voor extreemrechts. Ja, maar ze zijn ook verdeeld. Eigenlijk gaan ze alle kanten op. Hè. Je hebt in Polen heb je een premier Tusk. Die ziet eigenlijk zijn grootste tegenstander ziet juist rechts van hem. Hè. Dat is de Poolse PiS-partij. Uitstekende partijnaam. Terwijl bijvoorbeeld in Spanje en in Italië gaan ze juist wel met partijen werken die in dezelfde fractie zitten in Brussel als waar die Poolse PiS-partij zit. Ja. Dus eigenlijk zijn die ChristenDemocraten totaal verward en verdeeld. Van der Leyen zit, denk ik zelf, dichter tegen de Tusk-lijn. Dus die wil eigenlijk minder met al die rechtse fracties. Maar kan dat nu niet hardop zeggen. Dus die moet een beetje beide groepen in haar ChristenDemocratische familie tevreden houden. En dat doet ze door te laveren, door enerzijds weer heel erg op Oekraïne een duidelijke koers te houden, op de Green Deal een pas op de plaats te maken. Dat is gewoon heel duidelijk. Maar de grote vraag is natuurlijk wel van wat gaan we straks doen na de verkiezingen. En dan komen we dus toch bij dat punt van als jij hebt gezegd in 2019 dat Green Deal onze toekomstige economische agenda is, ga je dan in 2024 zeggen, oh nee, toch niet. Dan zit je weer met die bedrijven die weer niet weten waar ze naartoe zijn. En dat geldt ook voor boeren. Bijna alle boeren zeggen, wij weten dat er iets moet veranderen. Wij weten dat we niet zo door kunnen gaan als nu, maar dan willen we wel zeker weten, A, dat we onze boterham nog kunnen verdienen, en twee, dat de politiek een beetje coherent en consistent is. Nou ja, dat is op dit moment, zijn allebei grote problemen. We hebben het te weinig over het verdienmodel van de boeren, waar het echte probleem zit. Denk je nou echt dat boeren zelfmoord plegen omdat ze een rapportage ergens moeten doen voor groene maatregelen? Nee, dat is omdat ze geen uitzicht hebben, omdat ze niet weten of de toekomst, of ze nog hun bedrijf voldoende geld kunnen verdienen. En ten tweede, de politiek zegt soms weer een beetje groen, dan weer een beetje niet. Waar moet je heen als boer? Dat weet je ook niet. Terwijl ondertussen het economische model ze uitknijpt, omdat de echte winsten worden gemaakt bij de pesticidenindustrie, de chemicaliënindustrie, de kunstmestindustrie en de supermarkten. En daar zit het probleem. En dat subsidies, 80% ervan gaat naar de 20% van de grote agrifoodspelers. Ja, en dat maakt het dus een totaal oneerlijk landbouwsysteem. En drie keer raden wie altijd zich verzet hebben tegen dat landbouwsysteem, dat zijn dan net de Groenen en de Sociaaldemocraten. Het zijn dan net de rechtse partijen die dit landbouwsysteem nog steeds overeind houden. Omdat die landbouwlobby ook natuurlijk ongelooflijk machtig is in Brussel. Want het grootste gedeelte van de begroting daar gaat nog steeds in die landbouw toe. 1/3, ja. Ja. Maar je was heel erg enthousiast toen Wopke Hoekstra aantrad. Ja. Want hij had zijn diploma nog. Jawel, je was wel enthousiast. Nee, volgens mij heb ik goede zaken binnengehaald om hem te steunen. Dat was, maar die zaken die je binnenhaalde, die worden nu dan min of meer weggegeven. Dus, nee. Ja, in de verkiezingscampagne. Maar... Nee, even om heel feitelijk te zijn, had Wopke Hoekstra maar twee taken. Eentje was Dubai. Dat heeft hij gewoon prima gedaan in Dubai. Ja, laten we wel wezen. En het tweede was ervoor zorgen dat het klimaatdoel voor 2040 gepubliceerd wordt. En dat is 90%. Nou, dat is wat wij hebben afgedwongen. Wat Van der Leyen nu gaat doen met pesticiden, met de natuurherstelwet, dat is christendemocratische paniek. Maar zou Frans Timmermans dan niet gezegd hebben, dit gaan we niet doen, zo gaan we het niet doen? Ja, maar mijn keus was niet of Frans Timmermans er wel of niet zou zijn. Mijn keus was, ga ik ja of nee zeggen tegen een vervanger van Frans Timmermans? Mm-hmm. Dat was mijn keus. En met dit Nederlands kabinet was er niet heel veel beters geworden. En meneer Ter Broek, vind jij het wel goed dat ze de concessies doen aan die boeren nu? Ja, is dat verstandig? Ik snap het heel goed, want die concessies die moeten gedaan worden, net zoals Bas net vol trots vertelt dat hij ook een concessie heeft gedaan op een percentage bij Bokko Hoekstra. Alleen zit ik tegenwoordig in een situatie dat ik ook die percentages moet gaan halen, want de politici waar ik zelf lang toe behoorde, die zijn wel heel goed in het over de schutting werpen bij de echte economie van het halen van die doelen, want de duurzaamheid wordt niet in Brussel of in Den Haag in de praatforums bereikt. Die moeten in mijn bedrijf of in een agrarisch bedrijf of in een chemisch bedrijf worden bereikt. En als ik dan zie wat die moeten doen om dat voor elkaar te krijgen, ja, die gaan wel kapot aan de rapportageverplichtingen, Bas. Nee. Ga maar eens, nou, ik,
ik ben deze week toevallig eens bezig geweest om CSRD helemaal ingevuld te krijgen. Dan moet een midden- en kleinbedrijf van ongeveer 7, 8 mensen personeel moeten bijna iemand bijnemen om dat te kunnen doen. Dus dan moeten wij als branchevereniging dat we gaan wegnemen voor ze. Het is bijna niet meer te doen. En ze willen dat heel graag, want eerlijk gezegd, en hetzelfde geldt denk ik ook voor de boeren, maar laat ik voor de ondernemers spreken die ik het best ken, namelijk de leden van de BOVAG, die willen allemaal om. Die willen allemaal die helderheid waar jij nu net ook om gaat. Die snappen allemaal dat Nederland geen goedkoop autoland is. Dat hoeven ze ook helemaal niet. Maar wat ze wel willen, is dat ze weten waar ze aan toe zijn. En of in hun showroom straks inderdaad de minister van Economische Zaken of de minister van Financiën of de minister van Milieu. Maar dan heb je toch meer aan beleid die zegt, jongens, het wordt de elektrische auto, dat wordt het, dan weet je heel goed waar je aan toe bent. Maar dat weten we lang, want dat staat wel. Ja, maar toen net had je het over dat de diesel wordt gedemoniseerd, met als gevolg dat nu ook Van der Leyen heeft gezegd, nou, er komt nog een review aan, dus misschien dat die diesel nog terugkomt. Ja. Dat is nou net die onzekerheid door die rechtse politiek. Ja, dus ik snap jou, enerzijds wil jij duidelijkheid, ik geef jou die duidelijkheid en dan is het ook weer niet goed. Je bent op campagne en dus helemaal tot nee, je ik ben niet op campagne. Ik snap gewoon niet wat je zegt. Ik ben nog steeds niet op campagne. Je zou nu wel op campagne kunnen gaan. ik zou het je willen aanraden, maar even gewoon de realiteit ernaast. Hè. Het vorige kabinet had een doelstelling, die hadden ze opgehoogd van 55% Parijsdoel naar boven de 60%, zodat ze 55% zouden halen. Ja, weet je, in een bedrijf is dat allemaal academisch. Die moeten gewoon voldoen aan de verplichtingen die nu op ze afkomen. En die zijn al enorm. En ik zou graag willen dat daar iets meer respect voor kwam, iets meer besef van wat dat voor hen betekent. Ja. In plaats van dat ik nu zeg maar mee moet in het de rechts. Ik ben een rechtsjongen, maar ik ben heel erg voor die klimaatdoelen, maar wel graag haalbaar. Maar Samson zei gisteren nog in de Volkskrant, als we nou ons best doen, dan lopen we voorop in die technologie. Wij lopen voorop, alleen wij zijn in een paar dingen, daarom noemde ik net die diesel. De reden waarom we achterlopen op elektrisch batterij, is omdat we heel lang, en dat heeft bronbeleid, dat is de meest succesvolle vorm van beleid die uit Brussel komt, heel lang hebben geprobeerd om de industrie met name schoner te laten werken op fossiel. Daar zijn ze enorm in geslaagd, maar misschien hebben die Duitse ingenieurs iets te lang aan het werk gehad op diesel. En hadden ze iets eerder met elektrisch moeten beginnen. Dat is mijn punt van zo even, volgens mij ben je daar helemaal mee. Maar intussen rijden dus steeds meer mensen in de Build Your Dreams Chinees. BYD heeft vorig jaar Tesla al ingehaald. Tesla rijdt overigens ook met BYD, want het is een batterijenfabrikant. En als je ziet de aantallen die in China daar worden verkocht, dan word je ongans van. Ja. Ik was in oktober in Tokio in de grote motorshow, want dat doen ze niet meer in Europa, Genève nog. Maar dat is eigenlijk een beetje een achterlopertje, daar hoef je niet meer te zijn. En ja, daar spelen Europese fabrikanten een bijrol. Is BYD is inderdaad de grote held. En Nederland zou Nederland niet zijn als wij niet het eerste land zijn waarbij al 12 tot 16 Chinese merken zijn geïntroduceerd. En voor het eind van het jaar gaan we de 20 voorbij. Maar ik snap werkelijk waar, Han. Als laatste hierover. Ja, alle problemen die jij bent geweldig in al die ontwikkelingen schetsen en te duiden. Dat is prachtig. Mm-hmm. Maar daarachter zit gewoon dus een gebrek aan Europese industriepolitiek die helderheid en duidelijkheid biedt. Die Green Deal is juist bedoeld om die duidelijkheid te bieden. Dan ga jij aanschieten op één klein onderdeel waar dan een rapportageverplichting, daar ga je dan op hameren. Ho, ho, ho. Daarmee ga je het beeld, nee, mag ik nu even handen, want zeker. Dan mag je daarna het weer duiden, maar dan het beeld dat je oproept, is daarmee dat Europa vooral en dat de Green Deal een bureaucratisch monster is. Dat is nou precies ook wat de Geert Wildersen heel graag als beeld willen gaan voeden. Het enige wat je als resultaat hebt, is dat politici bang worden, terug gaan trekken, wederom die Green Deal opzij gaan parkeren, zie Van der Leyen die bang wordt. Dat is zigzaggedrag waar jouw mensen nou net helemaal ziek van worden, omdat ze niet weten waar Europa naartoe gaat. Dus je moet ook nadenken over welk beeld wil ik zelf hier nou bevestigen. En volgens mij wil je het beeld bevestigen dat Europa een duidelijkere visie moet hebben waar het naartoe moet gaan. Nee, stop. Ik moet echt streng zijn, want we moeten ook nog, jullie komen vast wel met diezelfde argumenten zometeen als we het hebben over het volgende, namelijk waar komt de afkeer van links vandaan? En we laten dit even bezinken en dat doen we onder het genot van weer een bijdrage van Boas. Thank you.
I should know that your thoughts will forever be unknown. Although you try, you never seem to know what you want. What do you want? You'll never know. So just lay down by the fire. Just hold me until you're tired. Oh, I will make you fall asleep so you wake me up from this dream. I thought you should know. I can see a light in a shaky, wobbly home. I'll build the walls and you'll correct me when I'm wrong. Are we wrong? But for now, just lay down by the fire. Just hold me until you're tired. Oh, I will make you fall asleep so you lay down by the fire. I'll hold you until I'm tired. Oh, I will make you fall asleep so you doorheen vliegen. Dat is wel heel jammer, maar ik kan moeilijk hier tot 6 uur zitten praten en zeggen die mensen, oh, ik moet naar huis. De afkeer van links. We hebben de verkiezingen gezien. Nederland was natuurlijk altijd een conservatief land, wat onszelf ook wijs maakte. Ook een heel klein beetje xenofoob land, eerlijk gezegd. Toch, Han? Ik heb je niet tegenspreken. Anyway. Links staat ongelooflijk in het verdomhoekje eigenlijk. Rechts, conservatief, is trending. Niet alleen in Nederland, maar in andere landen. Maar ik wil even over Nederland hebben. Bas, hoe verklaar jij het dat bij heel veel mensen zelfs afkeer bestaat van links? Ja, kan ik niet helemaal. Ik zie ook die haat naar een Timmermans. Hè. Dus dat valt mij ook op. Volgens mij is het niet afkeer van links beleid. Want dat is natuurlijk het interessante, dat een Geert Wilders ook altijd probeert, hè, op sociaal vlak links beleid te doen alsof hij links is. Als je dan naar stemgedrag gaat kijken en wat hij echt doet, valt dat altijd vies tegen. Maar in de campagne gaat ook een Geert Wilders volop op de linkse trom als het gaat over gezondheidszorg, als het gaat over investeringen in ons sociaal stelsel. Dat zijn allemaal linkse thema's. Dus in die zin denk ik dat waar gewoon
een beeld bij is, is dat wij, en dan hou ik het even bij GroenLinks PvdA, dat wij onderdeel van het systeem zijn geworden. En dat is natuurlijk een beetje raar, want wij zijn altijd eigenlijk de grootste voorvechters van verandering geweest. Trappen tegen het systeem. Hè, het moet anders. We zitten in een totaal, nou ja, verrukt economisch systeem, waar we het net over hadden. De boeren, het economisch systeem is het probleem. Dat is nogal een neoliberaal economisch systeem dat gebouwd is de afgelopen jaren. Overheid op afstand, laat het aan de markt. Hè. De markt, dat is goed voor u. Het enige wat je daarmee krijgt is goedkope producten, maar je wordt afgezet, het is ongezond, hè, alle shit. Nou, al die problemen, daarvan hebben wij ons eigenlijk altijd tegen verzet. En we zijn ergens in de loop der tijd, zijn wij onderdeel van het systeem geworden, zonder dat we echt aan de knoppen zaten. Ja, ook zijn jullie onderdeel van het systeem geworden. Ik hou het even op Nederland, omdat de PvdA natuurlijk ook behoorlijk wat keren heeft meegeregeerd, waarbij datzelfde neoliberalisme ook tot groei en bloei kwam. Ja, maar laat ik dan ook gewoon even voor GroenLinks zeggen, wij hebben ook het lenteakkoord geaccordeerd. Dat was voordat Rutte 2 kwam. Dat was zeg maar na die geweldige gedoogervaring met Wilders. Toen moest er een akkoord komen. Die heeft GroenLinks weer gesteund en PvdA niet. En daarna kwam Rutte 2 en die steunde PvdA en GroenLinks weer niet. Dus volgens mij hebben wij allemaal wel onze fouten gemaakt in het verleden. Waarin wij te veel mee zijn gegaan in inderdaad dat, oké, de economie, dan gaan we die hele bezuinigingsoperaties. Terwijl allerlei economen ook in die eurocrisistijd zeiden, nu bezuinigen is echt ongelooflijk stomzinnig. En als je ook gaat kijken, laat allerlei onderzoek zien waar de grote bezuinigingen zijn gebeurd. Daar zie je ook de grootste opkomst van extreem rechts. Waarom? De overheid is op steeds grotere afstand georganiseerd. Gaat over publieke diensten, maar gaat ook over gemeentehuizen die gesloten zijn. Ziekenhuizen die op een gegeven moment weggaan uit allerlei regio's. Dat je uren moet rijden voordat je bij een ziekenhuis bent. Allerlei faciliteiten die weg zijn gehaald. Dus de afstand tot de overheid gigantisch groot geworden. En dan moet je niet verbaasd zijn dat men heel erg gaat twijfelen of de overheid er nog wel voor jou is. Nou, en links wordt eigenlijk geïdentificeerd altijd met die overheid. Wij zijn meer een overheid. Maar ook, links wordt ook heel erg geassocieerd met die elite die geen notie heeft van de noden van het volk. Ja, maar ik probeerde een beetje een uitleg te geven ook nog wat er echt op de grond is gebeurd. Nee, maar reageer even hierop dan. Dat ja, maar jullie goed, ook kijk, onderdeel van de elite zijn. Volgens mij zijn wij allemaal de stedelingen, de hoogopgeleide. Dat is jullie achterban en de rest, ja, sorry. Ja, maar volgens mij zijn we allemaal wel uiteindelijk elite. Hè? Ook Han is een politieke elite. Wacht even. Voelen jullie je elitair? Nee. Oké. Okay. Ik bedoelde wij aan deze tafel, hoor. Oh. Dus, en ik zag Han wel een beetje knikken. Dus volgens mij beamen we dat wel. Dat is denk ik een algeheel probleem. Dat we in de politiek natuurlijk heel erg hoog over theoretisch zijn gaan praten over budgetten en begrotingsdiscipline. En ook hier weer efficiëntie. Efficiëntie, alles is op efficiëntie ingericht. Dat is allemaal marktdenken, hè, van liberaal Europa, waarin we dus zeggen van het is beter om gemeentes, een hele grote gemeente, dan heb je minder ambtenaren, is ook altijd beter, minder ambtenaren is ook altijd beter. Ik denk, nou, ja, was een ideetje van Plasterk, ja. Ja, maar goed, ik heb volgens mij al genoeg boete. Wil je nog dat ik hier ter plekke mezelf Nee, maar ik wil graag weten, want als ik jouw verhaal zo hoor, heeft natuurlijk die liberale partij van hem heeft natuurlijk enorm veel boter op het hoofd, toch? Han? Ja. Zeker, want we hebben er 15, 16 jaar mee verantwoordelijkheid voor gedragen. Kijk, als je naar de cijfers kijkt, is de overheid helemaal niet kleiner geworden, is gewoon groter geworden, is de invloed van de overheid groter geworden. En is een van de problemen is dat we van die overheid veel te veel verwachten. Dat doen we in de hele politiek, dat doen ook rechtse partijen, ook liberale partijen zoals de mijne. Omdat ze uiteindelijk toch het instrument van de overheid telkens weer, of dat nou aan coalities ligt of niet, maar het zit ook in onszelf, telkens weer van die overheid ontzettend veel verwachten. Dus laten we een toeslagensysteem ontstaan om allerlei compensaties uit te voeren, omdat we eigenlijk de laatste uitzondering op de regel nog niet kunnen accepteren. Dat heeft eigenlijk niets met liberalisme te maken, ook niets met rechts of conservatisme of een kleine overheid, want het is juist een hele grote bedeelde bemoeizuchtige overheid die faalt. En die falende overheid, die dus te veel belooft en te weinig waarmaakt,
Terwijl ze wel heel veel uitgeeft, steeds meer uitgeeft, ook aan externe. Dat is volgens mij waar mensen hun buik van vol hebben. Maar één aspect wordt hier niet genoemd en daarvoor ga ik naar Josse de Voogd. Een paar keer met hem in een programma gezeten. Oh ja, de sociaal geograaf. Samen met René Kuperus van de Partij van de Arbeid overigens. Tenminste, is hij nog van de Partij van de Arbeid? Weet ik eigenlijk niet. Ja, hij is van de PvdA. Misschien nog net. Nou, vandaag weet ik het ook niet. Even wat er allemaal overblijft daar. Die hebben een atlas van Afgaak Nederland samengesteld. En eigenlijk is dat de enige opiniepeiling die je hoeft te lezen. Dus verwerp Maurice de Hond en aanvaard Josse en René Kuperus. En die brengt fantastisch in kaart waar nou dat onbehagen van Nederland zit. En mag ik er dan toch één woord uithalen wat hier nog niet gevallen is? Immigratie. Ja. Laat me heel eerlijk zijn, dat werkt. Hij zei tegen mij, alle partijen in alle achterbannen, inclusief die van GroenLinks, dus zeg maar de korpartij van Bas, daar komen ze alleen net niet boven de helft uit, vindt de achterban dat er minder migratie moet komen. En natuurlijk, de meeste mensen kunnen amper het onderscheid maken tussen asielmigratie en arbeidsmigratie. Zie niet in dat arbeidsmigratie voor een deel, heel efficiënt overigens, onze welvaart heeft zitten oppreppen. Maar dat we daar selectiever in zouden moeten zijn. En dat we op asielmigratie, dat we gewoon nog steeds langmoediger zijn dan de landen om ons heen. En dan kun je twisten over of er dat 40.000 of 50.000 mensen per jaar moeten binnenkomen. Maar je moet wel snappen dat elk jaar een stad als Leiden erbij, dat niet goed gaat in Nederland. En dat voelen mensen. Nou, en op het moment dat ze dan in een campagne zien dat de steden ineens bevolkt worden door demonstraties, pro-Palestijnse demonstraties, waarbij ze ineens Arabische kreten zien. En ze zien mensen waarvan ze zeggen, ja, misschien heeft Geert dan toch wel gelijk. Dat gaat psychologisch, werkt dat zo. En dan hoef je maar één familielid te hebben wat net geen huis heeft gekregen. Dan kan ik als politicus uitermate mijn best om uit te leggen dat met die huizen echt heel anders zit en dat de cijfers heel anders zijn. Maar het gevoel is dan, het moet stoppen. Ja, zij krijgen alles en wij krijgen niks, hè? Hoor je dan. En dat is, ik kan hier uitleggen met cijfers erbij waarom die mensen ongelijk hebben. Maar dat gaat niet de hoofden in of over de hoofden heen. Dus je moet daar eerlijk in zijn. En alle, wat bedoel je dan met, we moeten daar eerlijk in zijn? Wat bedoel je daarmee, Han? Want je zegt net dat het niet klopt. Wat ga ik nu zeggen? Wat alle partijen gemeen hebben, is dat ze graag die migratie zouden willen reguleren. Dat we daar weer baas over onze grens willen zijn, terwijl we die grens niet meer hebben. Ja, die is nu de buitengrens van Europa geworden. Mijn partij zal eerlijker moeten zijn dat je dat niet in het binnenland kunt reguleren. Arme staatssecretaris die dat nu moet doen. Want dat is echt namelijk op het allerlaatste, op het moment dat migranten al hier zijn, moet je het dan nog doen. Okay. Dus we zullen veel meer moeten doen in het buitenland. Het is een schande dat wij als VVD daar op een gegeven moment dat we zeggen, nou, dat kunnen we dus zonder ontwikkelingshulp. Nee, je zult de ontwikkelingshulp wel moeten hervormen, maar je zult in die landen waar migratie begint om oorlog, omdat er vluchtelingen zijn, daar zul je meer moeten uitgeven om ze daar te houden. Nee. Maar even over dat buitenland. Je wil niet dat ik eerlijk ben en dan komt er direct zo'n klein. Doe dat nou niet, want ik ga daar niet op in, want ik hoef het ook niet meer. Ik hoef geen stemmen meer te halen. Maar als je nou wil dat we hier een eerlijk verhaal proberen neer te zetten en ik ook as over mijn hoofd gooi voor mijn partij, dat doe ik overigens wel. Dan zeg ik van nou, een echt migratiegrenzenbeleid begint dus daar waar de conflicten beginnen. Dan moet je niet afhaken bij VN-operaties, blauwhelmoperaties. Dan moet je niet afhaken bij OS, maar je moet ervoor zorgen dat OS wordt hervormd. Dan moet je niet afhaken bij buitengrensbewaking en Frontex. Dat doen ze gelukkig nu niet meer, maar deden ze een paar jaar geleden nog wel. Maar is dus ook ik heb heel veel kritiek op mijn eigen partij. Is ook niet afhaken, ik vraag het ook even aan jou, Bas. Naar een deal met Tunesië, voor ik weet niet hoeveel miljard, die nauwelijks schijnt te werken. Nu is Mauritanië nu weer in beeld. Oh, daar kunnen we misschien ook wel leuke afspraakjes mee maken. Dat zij al die migranten houden. En wij geven gewoon een schep geld. Is dat dan een oplossing? Nou ja, dat werkt dus tot nu toe gewoon eigenlijk heel erg weinig. En dat was ook interessant. Het nieuwe programma van amper. Nee, de terugname van was al voordat de Turkije die er was. Omdat ze ligt bij de Grieken. Die doen het zo slecht. Als je het hebt over het eerlijke verhaal, het is interessant dat de Europese... Het zijn toch verdachte staten waar we het nu over hebben, hè? Ja, maar Europese christendemocraten die zeggen ook, we moeten meer van dat soort deals doen, maar dan alleen met landen die zich houden aan het Europese Hof van de Mensenrechten. Ja, en toen hebben we gevraagd, welke landen zijn dat?
Die zijn het dus inderdaad niet. En jij dus, zegt van wel, Han. Jij zegt... Nee, die zijn er niet. Wake up, dat is de echte wereld. Toch zaken doen. Het spijt me zeer. Ja, klinkt hard, maar dan moeten we wel zaken mee doen. Maar die vent die in Tunesië zit, hè, die president. Zeker. Die strijkt het geld lekker op. Voor de rest, alles gaat gewoon door. Dus die moet je meer onder druk. Kijk, die Tunesië-deal, waarom die volgens mij faalt, is omdat die is een beetje op een holletje gesloten. Daar zitten allerlei achterdeuren in die je volgens mij wel had kunnen sluiten. En ik ben ervoor dat Europa, de EU, in het VVD-programma staat dat nu ook, dat we alle middelen inzetten om druk op onze omgeving uit te oefenen. Dus alles wordt dienstbaar aan bijvoorbeeld buitenlandbeleid, dat migratiebeleid is. Dus je moet, een paar jaar geleden was ik in Libanon. In Libanon hebben ze een probleem met veel Syrische vluchtelingen. Die nemen uiteindelijk via hun Aleppo, dat is ook een Aleppo, nemen ze dan de boot met Turkse mensensmokkelaars. En toen vroeg ik aan de minister van Sociale Zaken daar, waarom houden jullie die niet en wat zou je daarvoor moeten hebben? Zei hij, nou, we moeten hier een weg aanleggen, daar hebben we eigenlijk te weinig mensen voor, daar hebben we geen geld voor. Normaal gesproken, of hotels aanleggen, daar hebben we wel weer de mensen voor, maar wie komt ons betalen? Ik zei, nou, wat heb je daarvoor nodig? Nou, bijvoorbeeld dat je met je handelsbeleid, dat je voorkeurig gaat geven aan die landen, preferenties aan die landen. Dus, maar even heel simpel, hun sinaasappels of hun mandarijnen, die moeten beter worden toegelaten of eerder worden toegelaten. Dat zijn dingen die we niet durven te doen. Nu heel langzaam. Bas valt bijna van zijn stoel van ellende. Ja, kijk, wat wij gaan vragen. Wat doen we nou precies met die deals? Hè? Want het klinkt altijd helemaal ferm. Rwanda en Mauritanië. Wat vragen we eigenlijk? Wij vragen aan die landen om vluchtelingen op te vangen. Daar de procedures te doen. En als ze niet als vluchtelingen worden erkend, om ze te houden. Ja. Dat vragen we ze. Ja, en dan moeten we niet verbaasd zijn dat eigenlijk geen enkel land daarop zit te wachten. Tenzij je echt heel veel geld gaat geven. Ja. Heel veel geld. En wat praten ze over bedragen? Nou, ja, miljarden gaat dat kosten. En dat betekent een hele grote Europese begroting. Daar moet je het dan ook over hebben. Laten we dan het eerlijke verhaal. Dan moet je ook gigantisch de portemonnee trekken. Nou, sorry hoor, maar de VVD hoor ik daar nooit over. Die doen alsof er landen zijn die denken, oh ja, wij gaan alle zorgen nemen. Wij gaan alle procedures nemen. En als ze er niet zijn, gaan we die mensen nog houden ook. Bas. Tuurlijk dat geen land dat wil. Nee, maar hij spreekt er natuurlijk aan, omdat GroenLinks en PvdA eigenlijk nooit een goed alternatief schetsen voor het migratiebeleid. Het grootste probleem, als je naar de aantallen kijkt, is arbeidsmigratie. En dat zit in een aantal sectoren. Dat is de vleesverwerkingsindustrie. Daar worden goedkope arbeidskrachten naar Nederland. Die worden afgezet, uitgebuit. Allemaal door de bedrijven die de VVD stemmen. En vervolgens gaan we doen alsof het probleem de vluchteling is. Dan moet je niet vreemd zijn dat we ons daartegen verzetten. Ik vind het prima dat je alle VVD-shippen mij neemt. Maar ze staan ook heel veel BBB. Vooral doen, maar... En de BBB heeft hier natuurlijk de dikste boter maar op de hoofd. Ik zou zeggen, de gesubsidieerde boter uit Brussel, bedoel je. Als je dan mij... Bewaar je VVD-retoriek even voor Malik Asmani. Vindt hij ook leuk, heeft hij ook nog wat te doen tijdens die campagne. Laten wij proberen er eens even uit te komen. Want jij zegt terecht, dan moet je dus heel veel geld. Ik heb hiervoor al gezegd dat ik kritiek heb op mijn partij die campagne heeft gevoerd met dat alle ontwikkelingshulp wel inderdaad via internationale potjes kon. Ik zou zijn voor een hervormd ontwikkelingssamenwerking. Maar zelfs met die 4 miljard van ons gaat dat niet redden. Maar nu even, de opvangkosten hier van vluchtelingen zijn dermate veel hoger, dat als je dat om zou slaan naar Rwanda, zoals de Denen hebben gedaan, of naar een ander land, daar kun je een heel eind mee komen. Dus ja, het is geld. En voor klimaat draai jij je hand niet om en verwacht je mijn medewerking, die je hebt. En nu voor dit grote probleem waar je verkiezing na verkiezing, we allemaal het hele politieke midden in onze Achilles hier worden geraakt, waar dan ook in Europa, begin je dit soort retoriek uit te slaan. Help mij nou eens, of mijn partij nou eens, om dat mogelijk te maken. Oké, maar mag ik dan één kleine eis? En dat is, als je dat daar doet... dat we er dan wel voor zorgen dat de mensenrechten daar in stand worden gehouden. Ja, maar het is niet zo dat mensenrechten... Want dat is namelijk heel vaak ons punt. Ja, dat is ook wel, volgens mij waar Wouke het net over had. Dat moet dan maar even niet. Is de tikkeltje hoogmoedigheid alsof alleen bij linkse mensen de mensenrechten... Nee, ik vraag het. Ja, en op die vraag krijg je altijd hetzelfde. Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk willen wij niet dat mensenrechten staan. Natuurlijk is het een schande dat die Tunesische dictator vluchtelingen in de woestijn achterlaat. En dus had je dat, en dat is dan de les, moet je dat in die deal regelen. Maar je moet die deals wel gaan doen. Ja, maar en dat was onze kritiek op de deal. Ja, dus wij waren tegen die deal juist hierom. Jullie hadden al kritiek op de
Turkije-deal, waarbij deze prima was geregeld en zelfs een EU-lidstaat moest worden. En toen moesten we een eigen EU-lidstaat aanspreken, want de omvang in Turkse kampen was uitstekend. Ik heb daar zelf gekeken, ik heb in Jordanië gekeken, dat is al een stuk minder, maar was het ook nogal redelijk. In Libanon hadden ze veel grotere problemen en in Irak was het leed niet te overzien. En in Griekenland was het leed niet te overzien. Een eigen lidstaat die je dan ook moet durven aanpakken. Mag ik even terug naar de vraag die net is voorgelegd? Want waar ik me vroeg eigenlijk, waar komt die afkeer van links vandaan? En jij hebt op een heel handige manier heb jij het naar migratie verplaatst. Maar de vraag is eigenlijk, waarom heeft men zo'n afkeer van links gekregen? En waarom kan Timmermans nu niks? De kansen liggen open. Er is een rechtse meerderheid. Je zou denken, Timmermans gaat er in het offensief. Maar ik hoor hem alleen maar over Wilders klagen en de Wildersangst oproepen. Maar ik hoor helemaal geen alternatief. Helemaal niet van, wij staan hiervoor. Let op. Ten eerste is dat ga jij natuurlijk wel schetsen in de campagne die u nu aan. Hij biedt geen perspectief, zeg je eigenlijk. Ten eerste is het gewoon heel goed als men Timmermans onderschat. Dus dat wordt namelijk heel vaak gezegd, we zien geen visie. Terwijl die natuurlijk ook weer 2 weken geleden in een lezing heel duidelijke visie heeft neergelegd. De kop ging over Wilders dan. Ja, maar goed, dat mag dan zijn, omdat hij namelijk ook in die lezing wel waarschuwt voor die samenwerking met Wilders. Omdat als iemand zegt, sorry Hans, maar als iemand zegt Oekraïne, 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 Oekraïne. En vervolgens wel die partij met Wilders gaat samenwerken, die echt op Oekraïne, 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 maakt niet uit of je nou plannetjes in een koelkast zet of niet, fundamenteel staat Wilders dezelfde samenleving voor als bijvoorbeeld een Orbán, die ook niks heeft. Hij gaat april daar naartoe en spreekt precies. Daar een gastspreker. Maar dan moet je toch ook als politicus hebben. In een lezing moet je dan toch ook wel daarvoor waarschuwen, zeggen we hebben daar een heel echt fundamenteel probleem mee, maar voorbij Wilders hebben we ook een visie op hoe wij willen. Maar dat is verteld. Wat wil je? Precies je wilt aan de ene kant dat we de hele tijd dit doen naar Wilders. Mag niet, kan niet, schande. Ja. Dus, oké, dat zeggen we allemaal. Maar dat is het probleem. Jawel, dat zeggen we wel. Vervolgens leidt mijn partij het op één na in de geschiedenis op één na grootste verlies wat ze ooit hebben geleden. Wordt Wilders de grootste? Krijgt hij in de peilingen, als het nu zou uitkomen, zou hij nog meer krijgen? Dus als we de samenwerking niet zouden gaan zoeken op geen enkele manier en we zouden naar nieuwe verkiezingen gaan, loop je de grote kans dat hij nog groter wordt. Wat moet je dan op een gegeven moment? Je zult toch in een democratisch bestel, als je deze partij niet uitsluit, en hoeveel afkeer ik ook heb van zijn ideeën, en die is enorm, enorm, dan zal je toch een vorm van samenwerking, omdat de kiezer dat zo heeft besloten. Een derde. Nou, die een derde is niet weinig, Wopke, in een partijenlandschap. Wopke! Wopke! Je bent Wopke. Ontslagen! Ik heb Wopke... Wopke. We waren ooit vriendjes over. Ja. Nou, ga door. Wopke. Wopke nog in mijn hoofd zitten van zo even. Ja. Ik zal die leuk vinden. Ja. Maar als je een derde is niet weinig in een partijlandschap waar we al bijna, wat is het, tegen de 20 partijen hebben. Dus je zult iets moeten met die verkiezingsuitslag. Je zult er dus een vorm van samen. En als je er nou in slaagt, ja, dat je met de PVV, en ik heb met ze moeten samenwerken, in een gedoogconstructie, maar toen was hij de gedoger, om het Oekraïnebeleid, om dat overeind te houden. Om de volledige steun voor Oekraïne overeind te houden. Om daar dus, dan zei je daar ook voor moeten betalen waarschijnlijk in zo'n coalitie. Wat zeg jij dan als Partij van de Arbeid GroenLinks die nu zit te snakken, want dat zegt Frans Timmermans en ik denk dat hij gelijk heeft, dat dit kabinet dan nu tot stand komt, zodat hij oppositie kan gaan voeren. Wat zeg je dan? Dan steun je dat toch, of niet? Of gaan we straks meemaken dat je daar dan een prijsje voor moet betalen? Om even de situatie te redden, een persoonlijke vraag stellen nu, heel even. Ben jij beschikbaar als minister in het kabinet? Op buitenlandse zaken, defensie. Ik zou zeggen, neem Wopke. Ja. Nee, CDA doet niet mee. Nee, dat weet ik. Maar het is drie van die vier. Mag het Oekraïnebeleid uitdragen dan? Ik vind het wel een goede vraag, want waar hij het ook over heeft. Hij doet het voor het volk. De kiezer heeft gesproken. Of de BOVAG, zijn hart ligt nog steeds helemaal bij de politiek. Met alles. Jij bent een politicus. Nee, bij mijn hart ligt zeker bij de politiek. Maar ik zou er niet aan moeten denken om bijvoorbeeld nu in de Tweede Kamer weer te opnemen. Maar echt serieus. Maar je geeft je ministerspost. Nee, net. Maar moet je luisteren. Je weet heel goed. Je kunt ook ja of nee zeggen, toch? Nou, dat mag. Zeg nee nu. Ja. Nee? Ja, zeg nu nee. Ik vond het aarzelend. En het is heel simpel. Kijk,
Ik was net, wat ik probeer uit te leggen, daarom begon ik met Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne. Dit is een fundamenteel moment voor de Europese samenwerking. Ja. En dan kunnen we de hele tijd de gevechtjes laten plaatsvinden. We hebben een uitslag in Nederland. Die uitslag gaat zich straks waarschijnlijk in heel veel andere Europese landen herhalen voor vandaag de Europese verkiezingen. Vandaag verkiezingen Portugal. Dreigt een meerderheid van partijen die eurosceptisch, nationalistisch, soms zelfs gewoon anti-Europees is. Een conglomeraat van partijen die niet voorstaan op klimaat. Wat jij voorstaat en waar ik nog aan wil meewerken. Die niet voorstaat op economie, waar ik voor ben en waar jij misschien nog wel aan wil meewerken. Die niet voorstaat om de steun voor Oekraïne overeind te houden. Ja. Volgens mij is dat het fundamentele debat wat we nu aan het voeren zijn. Zeker. En wat straks in die verkiezingen terugkomt. Dan moet ik dus als VVD'er nu, kijkend naar mijn partij, en daar zitten gewoon, Dylan doet het in dit geval met anderen, moet ik gaan kijken, wil jij nou in dat kabinet uiteindelijk op Oekraïne je steven recht houden? Hmm. Dat doet zij. Ruben Brekelmans, fantastische buitenlandwoordvoerder, die doet dat. Ja. Nou, dan vind ik dat beter dan dat je alleen maar waar jij nu toe oproept van schande. Nou, volgens mij, ik wil met alle liefde met heel veel mensen samenwerken. Maar ook bij de politiek heb je wel op een gegeven moment dat je wel bepaalde rode lijnen trekt waar je mee samenwerkt. En als jij zegt, Oekraïne is het allerbelangrijkste. Nu had je het over de toekomst van Europa. Dat zijn allemaal thema's waar Wilders totaal anders in zit. Echt totaal anders in zit. En dan heb ik het nog niet eens op zijn manier hoe hij naar de maatschappij ziet. En dan heb je daar ook een Frans Timmermans, die zegt ook Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne. Die zegt ook Europa heel belangrijk. Maar die heeft economische plannen die jij misschien net even minder vindt. En dan in de retoriek. Nou, ja, en dan in. Nee, maar wacht. Zeg, nee, maar hou. Nee, maar wacht even. Maar mijn punt jij is maakt nou het net, nu af. Dylan doet alsof de keus tussen Wilders en Timmermans dat dan natuurlijk het Wilders is. Want Timmermans is het allerergste. Ja, Timmermans is zelfs uitgesloten, toch? Niet. Ja, die heeft ze uitgesloten. Hoezo? Hoezo? Als Oekraïne het belangrijkste is, als Europa het belangrijkste is, als onze economie het belangrijkste is, dan ga je Timmermans uitsluiten en niet Wilders. Ja, ik snap het niet. Ik vind je, ik waardeer nog altijd je gespeelde verontwaardiging. Maar je zit het nee, te vertellen, ik snap het oprecht niet. Je zit het te vertellen tegen iemand die zelf, maar dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Ik ben zo'n beetje een de fanclub van één binnen de VVD als het gaat om Timmermans. Ik heb hem tijdens de campagne een paar keer met mij om commentaar gevraagd. Dus je kent mijn opvatting over Timmermans dan misschien niet, maar laat me dat hier nog een keer herhalen. Ik heb een grote waardering voor hem en ik heb veel met hem samengewerkt. Dus dat over Timmermans. Maar snap jij dat hij het niet snapt? En nou moet ik weer zeggen waarom Dylan Timmermans zou uitsluiten. Volgens mij hebben we geen enkele partij uitsluiten. Is dat nou juist het grote probleem? Niet over niks. Nee, dat hebben we steeds maar. We sluiten geen mensen uit voor samenwerking. Dat kun je ook zeggen over Wilders, waarvan we hebben gezegd van dat doen we in een gedoogconstructie. Dat werd ook als een vorm van uitsluiten gezien door heel veel mensen. Ja, dat doen we ook niet. De VVD zal uiteindelijk met de uitslag die we hebben, dat is een uitslag waarbij we hele grote verliespartijen hebben geleden en met drie overwinnaars aan tafel zitten. En die drie overwinnaars die hebben de overwinning te danken aan het feit dat zij zeggen, alles wat van de VVD en van deze premier kwam, was niet goed. Als het regende, dan was het ook nog ongeveer zijn schuld. Dus laten we wel wezen, als zij nu dat toch weer mogelijk gaan maken, omdat er kennelijk tussen die drie overwinnaars dat onvoldoende tot stand komt, dan kan je toch moeilijk zeggen dat we daar niet constructief in de wedstrijd zitten. En dat de kiezer duidelijk die voorkeur heeft aangegeven, betekent ook dat de VVD daarnaar moet kijken. Okay. Maar voor mij is Timmermans niet meer laat. Heb ik nog nooit gezegd. Bas, nog één vraag aan jou. Ja. Is er nog hoop voor links? Of moeten ze gewoon deze tijd uitzetten tot de volgende verkiezingen? Nee, want kijk, ik kort graag. Ik heb ongelooflijk veel zin in de Europese verkiezingen. Want iedereen doet alsof die verkiezing al verloren is. Nou, dat is helemaal niet het geval. Jullie staan wel in de min, hè, de peilingen. Ja, maar we staan. Nou, trouwens, GroenLinks-PvdA is heerlijk stabiel. Dus eigenlijk kun je alleen nog maar winnen. Ik zie juist de VVD heel erg in de min. Even de pijlen. Ik keek niet naar jouw hand. Dus het was gewoon een algemene constatering. Nee, maar kijk, extreem rechts gaat helemaal geen meerderheid halen.
De grote vraag is, wat gaan de christendemocraten doen? Ja, dat is de vraag. Want als de christendemocraten met rechts willen gaan samenwerken, dan moeten ze dat tot en met Le Pen en AfD gaan doen, om ook maar in de buurt van een meerderheid te komen. Maar dan nog steeds hebben ze geen meerderheid. Dan hebben ze liberalen nodig. Ik hoop dat er liberalen zijn in Europa die zeggen, dat gaan we niet doen. En dan hebben ze bijna nog sociaaldemocraten nodig. Terwijl je wel degelijk een meerderheid als christendemocraten met liberalen, sociaaldemocraten en groenen. Daar kun je een meerderheid hebben. Pro-Oekraïne, pro-democratie, pro-Europa. Wat let je? Oké, de pauze let ons. Oké, mensen, en nou niet vorige keer zag ik mensen zo hard het trapje op rennen voor het kopje koffie. Dacht, die breken hun nek. Rustig naar boven, over een kwartier zien we elkaar hier weer terug. En geniet van het kopje koffie. Of de borrel, kan ook. Goed mensen, ja, we lopen natuurlijk, as usual, lopen we weer uit. We gaan beginnen aan ons tweede gedeelte. En we gaan het hebben met professor emeritus en cardiofeminist. Gaat ze uitleggen wat dat betekent. Over de gezondheidskloof, maar ook de kloof tussen de gezondheidszorg, verschil tussen voor mannen en vrouwen. En ik vind het heerlijk dat ze er is. Angela Maas. En ook gaan we praten met, hij is longarts, maar hij is ook eigenlijk dé aanjager van de palliatieve zorg. Ik ben heel blij dat hij er is, Sander Dolson. En ik mis mijn co-host, ik kan niet zonder. Peter Kay, kom op. Goed. Wat fijn dat jullie er zijn, het is een totaal ander onderwerp. Ook wel een ernstig onderwerp. We zullen niet zo hard kunnen lachen, denk ik, als net met de twee politieke strijders. Maar ik vind het heel fijn te zijn. Angela, leg jij eerst even uit. Wat is nou precies een cardiofeminist? Ja, als je dat googelt, dan kom je inderdaad bij mij uit. Want ik heb het zelf bedacht. Ik ben sinds 1988 cardioloog. En toen ik 3 jaar klaar was, toen ben ik mij gaan verdiepen in de betere cardiologische zorg voor vrouwen. En dus daarin ook wel fanatisme en dergelijke ontwikkeld. Want in zo'n hiërarchische cultuur is het heel moeilijk om het denken over vrouwen, toch de misogynie die ook in de gezondheidszorg sterk heerst, om dat een beetje over het voetlicht te krijgen. En ik heb ook willen strijden voor een betere positie van vrouwelijke artsen. Ik denk dat ik daar in ieder geval niet in ben geslaagd. Maar nu ik zogenaamd gepensioneerd ben, heb ik wat meer tijd. Ik zie dan geen patiënten meer, maar ik ben eigenlijk de hele dag aan het werk nu ook voor dit soort doelstellingen. Ik denk als we betere posities krijgen van vrouwen in de zorg, want er werken heel veel vrouwen in de zorg, dat we ook het thema vrouwengezondheid hoger kunnen gaan agenderen. We hebben het nu gezien, Pia Dijkstra, die is tijdelijk demissionair minister van Gezondheid. Nou, het eerste wat ze doet is op Wereld Internationale Vrouwendag geld uittrekken voor betere zorg bij vrouwen. En ik vond dat een geweldig gebaar. Okay. Dus die vechtlust, dat heeft daarmee te maken. Ja, nou, hou die vechtlust vooral. Sander? Jij zit hier ook een heel klein beetje trots te zijn, want mensen die de Volkskrant hebben gelezen, hebben een aangrijpend verhaal gezien. En daar mag je wel even over opscheppen. Vertel me zelf even. Nou, die huisarts uit dat artikel, die belde mij in november met dit verhaal. Ik weet niet of jullie het allemaal gelezen hebben. Maar heel veel mensen wel, denk ik. Een mevrouw die echt een verschrikkelijk sterfbed heeft gehad. Dat was alles wat ze niet wilde. Ze had het echt heel erg goed voorbereid. En ze wilde euthanasie. Maar de huisarts heeft haar overtuigd van, we hebben goede palliatieve zorg in Nederland. Dus dat hele traject liep. En toen kwam er een indicator van
een zorgverzekeraar om vast te stellen hoeveel zorg er nodig was. En precies op dat moment kreeg ze het medicijn dexamethason, waar je echt van opfleurt, om het zo maar te zeggen. Ja, een paar dagen maar. Ja, en toen zei die indicator, of ik weet niet hoe zo iemand heet, die zei, nou, dan is er ook niet zo heel veel zorg nodig. Ja, ondertussen was die mevrouw alleen maar bloed aan het ophoesten, was ze echt in de stervensfase en is alle zorg weggetrokken. En die huisarts heeft nog van alles geprobeerd om goede zorg te leveren. Die vrouw is stikkend, stikbenauwd is zij gestorven. En ik hoorde dat verhaal en ik dacht, ja, die huisarts zei, wat moeten we ermee? Ik zei, we gaan naar de Volkskrant. Dus ik heb de journalist gebeld die dat stuk geschreven heeft. En daar allemaal mensen bij getrokken om vooral te laten zien dat we in Nederland echt een heel groot probleem hebben. En daar gaan we het verder over hebben. Ja, zeker. Maar ik wil toch even van jou weten, je bent longarts, je werkt in Assen, het Wilhelmina ziekenhuis. Waar komt jouw enorme fascinatie en ook jou, je bent net zo'n strijder als Angela, voor die palliatieve zorg vandaan? Nou ja, dat komt vooral omdat het er 30, 20 jaar geleden niet was. Ik werd 20 jaar geleden opgeleid en op een gegeven moment ging een mevrouw op mijn afdeling dood. Ik was net begonnen als artsassistent en de dood had ik niks over geleerd. Dat was al bizar. En het tweede was, mijn supervisoren zeiden, ja, dit moet je naar de huisarts sturen, want daar weten we eigenlijk niet zoveel van af. Ik vond dat er gewoon heel weinig plek was voor de dood en de weg naar de dood toe. En ja, daar kwam een soort fanatisme, wat ik echt van mijn moeder geleerd heb, hoor. Daar zit het, denk ik. Een soort fanatisme los dat ik dit onderwerp zo nadrukkelijk het waard vind om het vaak over te hebben. Dus vandaar dat ik ook graag hier aanschuif. Ja, heel fijn. Ja. Heel fijn dat je aan wilde schuiven. Nog even over wat jij vertelde over de Volkskrant. Dat is al een kloof veroorzaakt door zorgverzekeraars met hun regeltjes. En de kloof waar jij over spreekt, Angela, is omdat die hele gezondheidszorg en medische wetenschap gedomineerd is door mannen. En waardoor allerlei medicatie wordt uitgevonden, zo uitgeprobeerd op mannen, maar niet op vrouwen. Wat ben jij tegengekomen in de praktijk, waardoor je iedere keer weer zag, zie je nou wel? Dat is dan weer typisch, weer zo'n fout besluit. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, nou ja, de praktijk in de gezondheidszorg, hè, wat we dagelijks zien, dat is allemaal toch ontwikkeld voor en door mannen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld richtlijnen, hè, op een gegeven moment zijn we heel veel richtlijnen gaan maken, omdat vroeger, enkele decennia geleden, kon je als arts zomaar wat doen zonder dat je daar eigenlijk op aangesproken werd. Nou, dus er kwam op een gegeven moment toch, om te voorkomen dat er veel willekeur was in behandelingen, is het hele richtlijnensysteem gekomen. Maar als je kijkt, richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek wat bij patiënten gedaan is. En als je kijkt naar hart- en vaatziekten, hè, de belangrijkste doodsoorzaken, in ieder geval bij vrouwen wereldwijd, dan zijn de onderzoeken die gedaan zijn, die zijn voor ongeveer 80% op mannen gedaan en 20% bij vrouwen. En van heel veel medicijnen, zelfs nog grote publicaties van een paar jaar geleden, wordt gezegd van ja, het werkt eigenlijk niet bij vrouwen. Maar als je dan goed kijkt, dan ook daar weer 20% vrouwen, 80% mannen. Dus het besef dat we... Maar hebben mannen en vrouwen zulke verschillende vaten dan? Is dat, werkt ja, het anders? Nou, zeker. En de mechanismen die van invloed zijn, ook op vaatverandering. Als je ouder wordt, ja, of je wil of niet, alles gaat verouderen. Alles wordt stijver, behalve misschien de seks. Maar... dat is toch zo? Een heleboel dingen die veranderen in negatieve zin, zullen we maar zeggen. En daarin zien we heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Hè. Het dagelijks brood van de cardioloog, dat is gewoon aderverkalking. Maar als je kijkt bijvoorbeeld, we hebben ons met dotteren en met bypasschirurgie hebben we ons gefocust op die vernauwingen die op een gegeven moment komen in de bloedvaten en met name ook in de bloedvaten van de hartspier. De kransvaten, daar hebben we dotteren voor ontwikkeld, daar hebben we allerlei mooie stents voor ontwikkeld, bypasschirurgie, dat is ook een fantastische ontwikkeling. Maar ook daar weer, als je kijkt naar vrouwen, dan zie je dat met name vrouwen tussen de 40 en de 70, dat die nog niet zoveel vernauwingen hebben, maar veel meer vaatkramp, spasme. En dat zijn de kleine vaatjes, hè? Nou, het kunnen ook de grote kransvaten zijn, maar ook de haarvaatjes of een combinatie. Dus er zijn allemaal verschillende typen patiënten eigenlijk.
En het is pas 5 jaar geleden dat wij in het Radboud begonnen zijn, na heel veel gezeur van mijn kant en ook wel anderen, dat we begonnen zijn met het juiste onderzoek om de diagnose vast te stellen. Dus we zijn daar begin 2019 aan begonnen. Dus wat nog iedere dag gebeurt, en er zijn nog maar een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland waarbij de diagnose bij vrouwen met hartklachten goed wordt gesteld. Het gebeurt nog iedere dag dat vrouwen op middelbare leeftijd op een fiets worden gezet. Nou, zo'n fietsproef kan je direct in de prullenbak gooien. En dan wordt er een hartkatheterisatie en dan wordt er gezegd van ja, mevrouw, u heeft schone vaten. Er is niemand boven de 40 met schone bloedvaten. We hebben allemaal boven de 40, en ik zie een paar mensen die boven de 40 zijn, hebben we allemaal een beetje aderverkalking. Dat wil niet zeggen dat het allemaal een probleem is, maar we moeten ophouden met zeggen dat mevrouwtje, maak je maar niet druk, het is je hart niet. En, het zit tussen je oren, horen ze ook vaak. Ja, en daar worden dan ook de psychiaters weer boos over, want die zeggen van ja, maar alsof tussen de oren niet belangrijk is, hè, de hersenpan. Maar het is heel flauw en ook niet meer valide in deze tijd door het voortschrijdend inzicht wat er is, dat als de cardioloog het niet meer begrijpt, dat de vrouwelijke patiënt dan maar naar de psychiater moet. En, want dat is wat er gewoon in de dagelijkse praktijk gebeurt. En daar, ja, daar word ik helemaal woest over. Zijn worden nog steeds veel infarcten bij vrouwen gemist. En als je de diagnose niet stelt, stel je ook geen behandeling in. Maar waarom is er dan zoveel minder onderzoek gedaan naar vrouwen? Wat is daar de achterliggende nou, gedachte? Dat is ook in de loop, dat is een goede vraag. In de loop der tijd is dat zo gegroeid. We hebben natuurlijk begin jaren, eind jaren 50, begin jaren 60, het drama gehad van Softenon, hè, thalidomide, een slaapmiddel wat aan, ook aan zwangere vrouwen is gegeven. En daar werden dan kinderen geboren met van die hele kleine armpjes of helemaal geen armen. En toen heeft de Food and Drug Administration, de FDA, verordend dat er bij zwangere of bij vruchtbare vrouwen, dus eigenlijk vrouwen in ieder geval tot 50, geen geneesmiddelenonderzoek gedaan mocht worden. Dat heeft heel lang geduurd, maar nu zijn de regels, als je vrouwen wil includeren in een studie en ze zijn nog misschien nog vruchtbaar, dat je gewoon een zwangerschapstest doet om even uit te sluiten dat ze zwanger zijn. Dat is zo gebeurd. Maar heel vaak ja, hebben vrouwen bijvoorbeeld geen vervoer, ze hebben geen auto, moeten de kinderen vrij nemen van hun werk als ze gevraagd worden voor onderzoek en dan is het van nou ma, doe het maar niet. Dus er zijn heel veel redenen om vrouwen niet te betrekken in onderzoek. Soms zien vrouwen er een beetje klein en broos uit en dan denken we van nou, dat gaan we maar niet doen. Vrouwen, net zoals ik, die hebben vaak heel veel tekst. En daar houden dokters ook niet van. Dokters houden het liefst gewoon van mannen die een vraag stellen, antwoord en klaar. Maar heb je het over proefpersonen dan eigenlijk? Of is dat, of bedoel je? Nou, patiënten zijn natuurlijk ook de proefpersonen die we ook nodig hebben. Mm-hmm. Want als je wil leren over gezondheid en ziekte, dan hebben we gewoon ook vrouwelijke patiënten nodig om dingen te begrijpen. Ander voorbeeld, even op een ander vakgebied, schildklierproblemen. 80% van de schildklierpatiënten, ook weer die 80%, dat zijn vrouwen. Nou, als je dat dan vraagt aan een endocrinoloog van goh, waarom zijn die schildklierpatiënten toch vooral vrouwen? Oh, ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. En dan denk ik, hoe kan je daar nou niet over nadenken? Want juist door te kijken waarom de een het vaker krijgt dan de andere, kan je ook heel veel dingen leren. Bijvoorbeeld, we hebben het ook gezien in de COVID-crisis. Nou, dat staat u vast nog in het geheugen. In de beginfase van de infectie waren het vooral de oudere mannen met overgewicht die sneuvelden op de intensive care. Als we nu kijken naar long-COVID, dan is 3/4 vrouw. Maar dat zijn allemaal wel weer van die vrouwen met rare klachten. Maar dat zijn klachten die heel goed passen bij chronische voortkabbelende ontstekingsziekten. En we weten bijvoorbeeld dat dat heel veel genen die op het X-chromosoom zitten, dat die betrokken zijn bij ontstekingsreacties. Mannen XY, vrouwen XX. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Ik
begrijp je boodschap. Ja, 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 ik zit hier ook een beetje de tijd te maken. En ook te zorgen dat Sander... maar je weet het, ik hou van je om je enthousiasme en je fanatisme. Hou dat vast vooral. Oké. We zitten hier ook aan tafel om te praten. Die gezondheidskloof die er is tussen de mensen... die het allemaal kunnen betalen, die het goed hebben... en de mensen die echt niks hebben. En met COVID waren die ook eerst als slachtoffer. Merk jij dat in je praktijk? Zie jij daar ook voorbeelden van? Nou, ik zat me voor te bereiden op dat... Ik had een casus deze week. Het was een echtpaar, een oude echtpaar. Allebei, de een had Parkinson en de ander had hartfalen. En ze waren heel erg rijk, die mensen. Dat wisten wij. En wel mensen die in de later... Wie had het hartfalen? De vrouw had hartfalen en de man had Parkinson. En we waren bezig om de opvang na het ziekenhuis te regelen. En we wisten ook dat ze allebei in een latere levensfase zaten. En ik vroeg aan hun van, hey, wij kunnen thuiszorg regelen. Toen zei ze, dat hebben we al lang gedaan. Ze hadden een private thuiszorgorganisatie, hadden ze gevraagd. Die hadden 7 FTE mensen in dienst, verpleegkundigen. En die gaan dan de zorg leveren. En ik dacht, fantastisch voor jullie... Maar wat slecht voor het hele systeem. Want die trekken dus, voor hun met z'n tweeën, trekken ze 7 verpleegkundigen uit het systeem. Ja. Waar we extreme personeelskrapte hebben. En ik bedoel, ik begreep die mensen, die geven dat geld daaraan uit. Maar ondertussen, voor ons als maatschappij, is die commerciële ontwikkeling van de thuiszorg, ja, dat is slecht nieuws. Want ik heb op onze afdeling hebben we in de maand april nog 150 diensten voor verpleegkundigen te verdelen. Wij weten niet hoe we die gaan vullen. En dat is de realiteit van de zorg op dit moment. Omdat mensen die in de zorg werken om allerlei redenen zeggen... nou ja, weet je, als ik ga naar die commerciële instelling verdien ik meer... ik kan mijn uren beter regelen, ik heb gewoon vakantie, enzovoort, enzovoort. Ja. Wat zal ik nog al die nachtdiensten, weet ik wat, draaien? Ja. Ja. Dus. Maar die ontwikkeling is niet te stoppen. Dus niet te stoppen. Is daar een antwoord op? Ik weet nou, een ander voorbeeld, de GGZ in Groningen. Mijn partner is psychiater, die zat in een pool van 50 psychiaters... die de diensten daar deden. Er zijn er nog maar 20 van over. Dus moeten met z'n 20e... Moeten ze waar zijn die 30 gebleven? Die zijn zzp'er geworden, 9-to-5. En goed betaald ook. En de algemene, de publieke gezondheidszorg... Ja, daar zien we enorme personeelskrapte komen. Ik denk echt dat hier regulering nodig is. Ik denk echt dat we op een andere manier moeten kijken hoe we dit gaan oplossen. Want iedereen wordt door ZZP-constructies eruit getrokken op dit moment. Wat zou jij verlangen van een volgend kabinet? Wat ze absoluut moeten gaan doen voor die regulering? Kun je dat afdwingen als politiek? Nou ja, denk ik wel. Want op deze manier gaat het hele zorgsysteem gewoon failliet. Maar alle huisartsenpraktijken worden al overgenomen ook, door commerciële ketens. Ik was altijd wel een beetje voor marktwerking. Ik ben ook wat aan de rechtse kant. Maar ik ben helemaal naar links geschoven op dit vlak. Ik vind echt, ja. Ja. We hebben een enorme linkse achterban ja. hier, Bas. Ja. Nee, maar ik zie het gewoon helemaal stuk gaan. En we staan erbij, we kijken naar dat verhaal in de Volkskrant is precies hetzelfde. Dat gaat ook, hè? Want de zorgverzekeraars zijn heel erg streng. Omdat er allemaal commerciële cowboy-organisaties zijn. Die inderdaad echt bakken met geld binnenhalen. Maar daardoor is er geen vertrouwen meer. En het komt allemaal op één woord terug en dat is vertrouwen en wantrouwen. En ik zie nu hetzelfde gebeuren als in de toeslagenaffaire. Hè. We pakken de hele groep aan van thuiszorgorganisaties, terwijl er maar een paar mensen het niet goed doen. En die moeten eigenlijk aangepakt worden. We zien precies hetzelfde gebeuren in het zorgsysteem, denk ik. Maar de vraag blijft wel staan, wat ga je daar aan doen? Want dat is, lijkt me echt, als mensen de kansen zien om meer te verdienen... commercieel te worden enzovoort. Ja. Kun je die marktwerking nog stoppen? Ja. Dat is ja, nou ja, ik geloof er alleen maar in dat een heel ander systeem nodig is. Ja, maar het vergoedingssysteem, de hele gezondheidszorg zit zo vol met perverse prikkels. In de cardiologie, 1/3 van wat we doen, heel veel controles op de polykliniek, die hebben totaal geen zin, behalve voor de achterzak van de cardioloog. Dat weten we gewoon. Maar ik zit ook in de raad van toezicht van een ziekenhuis. En daar zit je dan echt te kijken van hoe kunnen we dit bedrijf draaiende houden. Er moeten meer verrichtingen gedaan worden. En eigenlijk begint dat nu, en dat was afgelopen week, was dat ook op Nieuwsuur, was het ook op de televisie. Dat het vergoedingssysteem zoals we dat in de loop der decennia hebben opgetuigd.
Ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat het nu spaak loopt. Ja. En ook dat al die particuliere organisaties... Maar wat is dan de oplossing? Moeten we naar een ander stelsel? Ja, er moet een ander stelsel komen. Ja. Dus we moeten ook het feit dat als je meer doet, dat je meer betaald krijgt, dat moet er helemaal uit. Al die maatschappen, klaar? Allemaal een loon. Nou, ik denk dat belangrijk is dat je wel leert om goed met elkaar samen te werken. Ik heb 20 jaar in de maatschap cardiologie in Zwolle gewerkt. Die staat ook af en toe in de krant. Heel belangrijk om goed te leren met elkaar samen te werken. En ook dat daar ook wat sancties op zijn als dat niet gebeurt. Maar het systeem klopt niet en ook de invloed van die zorgverzekeraars. U betaalt ook allemaal een behoorlijke premie en dat eigen risico, dat is ook niet voor de poes. Maar als ik naar een Kamerdebat luister, dan hoor ik altijd dat de bureaucratie in de zorg het probleem is. Is dat het belangrijkste probleem eigenlijk? Of nou ja, de bureaucratie zit ook in die toeslagenaffaire, zit ook in het hele ambtenarenapparaat. Het heeft met wantrouwen te maken. Het is wantrouwen in de zorgprofessional. En want je moet kunnen bewijzen wat je doet en... Ja, en op elke 5 minuten moet duidelijk zijn wie wat doet. Laten we naar de thuiszorg kijken. Wantrouwen. En dat we moeten terug naar het vertrouwen voor de zorgprofessional. Maar hoe ga je dat in vredesnaam bereiken? Dat is zo'n ongelooflijk ingeworteld wantrouwen. En want er zijn al zoveel plannen geweest. Nou nee, die 5 minuten moeten 10 minuten worden. Ja. De huisarts moet langer gesprek kunnen voeren met de patiënt. Het gebeurt allemaal niet. Nou ja, het is een systeem waar heel weinig vooruitgang is. Hè. Nou, dat heeft Nieuwsuur ook laten zien. Gisteravond ook weer. Hè, met allerlei wijkklinieken die echt lijken te werken. Maar vervolgens, hè, het is succesvol. En vervolgens wordt het niet geïmplementeerd. Omdat er gewoon best wel weinig lef is. En dit systeem, wat Angela net ook beschreef, dat is er gewoon. Dus die klinieken die succesvol zijn eigenlijk alweer kansloos. Nou, die zijn kansloos omdat we niet de ballen hebben om dingen echt aan te pakken. En ik verwijt dat ook wel behoorlijk de politiek. Hè. We hebben de verkiezingen gehad. Het ging over van alles en nog wat. Ja. Behalve over dit zwaard van Damocles wat boven ons hangt. Namelijk de zorg loopt vast. Ik zeg niet de zorg loopt vast. Ik zeg de zorg is vastgelopen. Ja. Want het probleem is er nu al. Okay. Maar we hadden minister Kuipers onlangs die uit de zorg kwam. Een collega van jullie eigenlijk. Ik heb hem gesproken toen hij begon. Die ging heel gepassioneerd begonnen. Want hij moest echt een paar dingen veranderen. Hij ging ook heel gepassioneerd weg. Dat ook, zeker. Maar die zei dus wel, die wilde gewoon al die, bijvoorbeeld die hartcentra en zo. Hij wilde allerlei zorg centraliseren. Nou ja. Is dat een deel van de oplossing? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel knoppen waaraan gedraaid moeten worden. Dus als je echt dat wil veranderen, dan kan je niet met 1 of 2 projectjes kan je dat doen. Maar dat betekent gewoon dat er heel veel activiteiten tegelijk moeten gaan plaatsvinden om dat ook te veranderen. Je ziet altijd dat natuurlijk de medisch specialisten hebben behoorlijk heel veel macht in de ziekenhuizen. Er is al 50 jaar een discussie, moeten specialisten in loondienst? Nou, dat hebben we al 50 jaar weten af te houden, die discussie. Ook onder het mom van als je specialisten in loondienst doet, dan hebben we er 3 keer zoveel nodig. Dat is gewoon niet zo. Dat weten we al heel lang, want je kiest ook voor het vak omdat je gewoon daar ook vakinhoudelijk dingen wil mee bereiken. Maar eigenlijk word je al gaandeweg word je verwend door het systeem, dat het soms ook wel de makkelijkste route is vaak dingen te doen waar je niet over na hoeft te denken en die eigenlijk ook helemaal overbodig zijn. Maar één aanbeveling, specialisten in loondienst. Dat moeten we dus doen. Ja, maar nou, dat is één van de dingen. Nou, maar ik wil toch even... Eén van de knoppen. Ik wil toch eventjes blijven bij het onderwerp wat heel erg belangrijk is. Mensen met een lage inkomens die 8 tot 10 jaar korter leven. Wat jij vertelde in 15 je wachtkamer. 15 jaar korter leven. Ja, dat jij vertelde dat dan jonge vrouwen gescheiden met kindjes in een schimmelwoning, vreselijke schimmelwoning, allerlei klachten door hadden. Allemaal ellende die je zag. Sander, wat zie jij als longarts? Het zit met name de gezondheidsvaardigheden. Hè? Dat mensen goed de weg kennen in de zorg. Wij noemen dat bij ons op de poli noemen we dat zorgmeiders. Hè? Van die mensen die komen niet snel genoeg. Die hebben niet snel genoeg door van
met deze klacht moet ik echt naar de dokter toe. En die stellen ook vaak niet, of die vertellen ook niet precies het juiste verhaal, omdat ze dat gewoon niet weten. En wij proberen nu mensen echt te coachen in het aanleren van zorg, gezondheidsvaardigheden. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Gewoon vertellen en verdiepen. Er is echt veel meer aandacht voor dit onderwerp, gelukkig. En ik denk dat dat nog veel groter wordt. Het gaat ook om het analfabetisme. Hè, maar ligt het ook niet aan de soort specialist die daarmee bezig is? Bijvoorbeeld niet om jouw vak te beledigen, maar je hebt cardiologen, dus wat jij ook al zei, heel erg vraag, antwoord. Terwijl als je bijvoorbeeld gynaecoloog en longartsen en internisten zijn toch weer veel meer het luisterende en doorvragende type. Ja, dat, nee, je maakt wel altijd grappen over, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik maak geen grap, ja. Het is gewoon zo. Nee, dat is inderdaad zo. Ik denk de beschouwende specialisme. Wij hebben geleerd om achterover te zitten en te luisteren. En die chirurg die pakt meteen zijn mes en die zegt, nou, we gaan het wel oplossen. Ja, precies. Dat is het grote verschil. Nou ja, om even zwart-wit te zeggen. Ja. Maar jij ziet dus ook, omdat die mensen niet zo verbaal goed zijn, niet zo goed weten hoe ze die klachten moeten omschrijven, dat daar al een grote achterstand ontstaat. Ja. En die zorgmeider is ook vaak de zorgmeider, want die denkt, ja, verrek, €385 eigen risico. Ja. Dan moet ik dat meteen gaan betalen. Moet ik dat afrekenen. Ja. En dan met sommige medicatie komt er nog bovenop dat als je dat voor het eerst krijgt en het is nog niet duidelijk of dat chronisch gebruikt wordt, moet je het eerst zelf betalen. Dus er zitten allerlei, voor mensen die gewoon een kleine portemonnee hebben, zitten er allerlei negatieve dingen in het zorgsysteem, waardoor je denkt van nou, ik loop nog even door. Ja. Bijvoorbeeld ook het parkeren bij de ziekenhuizen. Ja, het kost veel geld bij jullie. Je moet ook nog vaak lang in de wachtkamer zitten, omdat altijd druk en zo. En voor je het weet moet je ook weer €8 of €9 parkeren. Ik bedoel, benzine is duur. Kinderen moeten misschien vrij nemen om met hun ouders mee te gaan. Het is gewoon hartstikke duur. Maar daar kunnen toch oplossingen, even dat parkeren, hè, dat duur is, oplossingen voor gevonden worden in het ziekenhuis zelf. Ik moest laatst in Slingeland zijn en die orthopeed die liep een uur uit. Dus ik zat natuurlijk mezelf te verbijten en die man stilletjes te vervloeken. Ik kende verder niet, zou het nooit meer doen, het was een schatje. Maar ik kreeg van de assistenten kreeg ik meteen een uitreikkaart. Ze zeggen, u wacht nou zo lang, hier heeft u de uitreikkaart. Nou, en dat kan het Radboud met zoveel meer geld in Slingeland, kan het toch ook wel gaan doen. Ik noem maar een voorbeeld. Hè. De ziekenhuizen kunnen toch ook meer zich verplaatsen in de mensen die te veel geld uit moeten geven. Nou, die uitreikkaartjes die geven wij voor zover ik weet alleen maar mensen die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Verder krijgen ze het niet. Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, zijn er dingen, dit is maar een klein voorbeeld, zijn er dingen die ziekenhuizen ook kunnen doen om te zorgen dat de mensen die, de zorgmeiders, de mensen die bang zijn dat ze te veel geld kwijt zijn, om die tegemoet te komen? Of kan dat niet in dit systeem? Nou, misschien breder dat eigen risico. Ik denk, het is noodzakelijk een eigen risico. Want dat zorgt er ook voor dat mensen niet met elke klacht meteen naar de dokter gaan, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik denk wel dat het inkomensafhankelijk zou mogen en moeten zijn, dat iedereen in Nederland de kans heeft om gewoon gebruik te maken van de zorg die in Nederland gewoon hartstikke goed is. Hoe gaan we dat doen? Nou, daar moet je gewoon een afspraak over maken. Dat is politiek. Wie moet die afspraak maken? Nou ja, de vier partijen die nu aan de macht komen. Ja. Maar je bedoelt, voor de lagere inkomens zou het wel naar nul mogen gaan bijvoorbeeld? Ja, dat zou ik wel voor zijn. Of misschien naar €100. Ja. Dat kan nog een heel bedrag zijn. Maar, en dan misschien voor de hogere inkomens naar €500. Ja. Ik bedoel, als je dat een beetje uit elkaar gaat trekken, dan is dat denk ik wat realistischer. Ja, maar dat wordt natuurlijk heel gecompliceerd in Nederland. We zien al wel dat heel veel regelingen om de mensen met minder geld tegemoet te komen, die worden dan maar generiek, want het is veel te ingewikkeld om het uit elkaar te gaan houden. Nou, dat is wat er gebeurt, ja. Dus zitten we hier een beetje te praten over een utopie en zal die tweedeling in de zorg altijd blijven bestaan? Sander? Nou, die wordt voor mijn gevoel veel erger. Je hebt tegenwoordig ook commerciële verpleeghuizen. Het is echt verschrikkelijk. Dat zijn gewoon instellingen die vooral de licht complexe zorgen aannemen. Dat is lekker makkelijk. En vervolgens de algemene ziekenhuiszorg, die krijgt de complexere gevallen. Waardoor onze case mix veel moeilijker wordt. Dat zie je helemaal gebeuren. Ja, die particuliere commerciële verpleeghuizen waar de huisarts altijd de sjaak is omdat ze daar geen geriater hebben, geen andere, hebben we het daarover?
ook, maar ook commerciële verpleeghuizen die een deel eigen bijdrage ook vragen. Mensen kunnen dat dan ook betalen. Hè? Mensen met meer geld kunnen dat betalen. Maar ze accepteren alleen maar mensen met lichte, complexe... Ja, zo gauw je begint te dementeren, moet je eruit. Ja, dan hè? Moet je eruit. Dan moet je naar een verpleeghuis. Waardoor onze case mix in de algemene ziekenhuiszorg verandert ook. Dus er is echt een enorme tweedeling aan het ontstaan. Maar waarom, omdat die duurdere, die commerciële verpleeghuizen zijn, verandert de zorg bij jullie dan? Dan gaan de lichtere gevallen bij ons eruit. En dat is gewoon, dat merk je ook in de poli. Ik heb een poli van 12 patiënten 's ochtends. Ik noem maar wat. Hè. En als de lichtere gevallen eruit gaan. Normaal gebruik ik die lichtere gevallen. Want dan ben ik in 5 minuten. En met alle respect, maar in 5 minuten klaar mee. Dan kan die longkankerpatiënt die meer tijd nodig heeft. Daar kan ik gewoon meer energie en tijd in steken. Ah, ik begrijp snap je? Het. Maar dat gebeurt bij verpleeghuizen dus ook. De lichtere verpleeghuisgevallen gaan eruit. En voor de normale verpleeghuis blijft de zwaardere gevallen. Waar je veel meer tijd aan moet besteden. Ja, en dat is oneerlijk. En dat is zorgwekkend, vind ik. En dat kost ziekenhuis ook geld. Uiteindelijk wel, ja. Wat is het scenario als er nu niet ingrijpend iets gebeurt? Waar komen we dan terecht eigenlijk? Waar maak jij je zorgen over? Ik verwacht dat dit zich verder gaat ontwikkelen. Hè, die private zorg echt op gaat komen. En ik denk dat de rest gewoon vast gaat lopen of vast is gelopen. En dus dat erg gaat worden. Dus dat wij dat geval zoals we dat in de Volkskrant hebben gelezen, dat veel vaker voor gaat komen. Zie jij dat ook voor je, Angela, op deze manier? Ja, en net voor de pauze hadden we het over ook arbeidsmigratie. We zullen straks ontzettend blij zijn als er verpleegkundigen uit Pakistan of ik weet niet waar vandaan uiteindelijk toch nog aan ons bed staan in het ziekenhuis. En ja, daar kunnen we dan misschien niet goed mee praten, maar uiteindelijk wat er toe doet als je in een ziekenhuis komt, en ik heb er zelf ook wel eens in gelegen, is gewoon iemand die iets aardigs tegen je zegt of die midden in de nacht als je al uren probeert je plas op te houden uiteindelijk met die po komt en dat je even weer een beetje lucht krijgt. Daar gaat het om. Die psychiater Dirk de Wachter die heeft daar een prachtig boek over geschreven, Vertroostingen, over juist die hele kleine dingen. Het even, het menselijke contact, dat doet ertoe. Maar ja, dus ik denk dat we die kant op gaan. Want is het niet zo dat met de vergrijzing dat de angst is dat 1 op de 5 of 1 op de 4 mensen in de zorg zou moeten werken? 1 op de 3 zelfs. Ja. 1 op de 3. Over 10, 15 jaar zal 1 op de 3 mensen in de zorg moeten werken om de zorg zoals we die nu kennen goed te kunnen. Ja. Maar die mensen zijn er niet natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus het loopt zeker vast. Het gaat een beetje richting Engeland, hè, zoals de National Health Service. Maar dat is een nightmare. Dat is een nightmare, maar de dokters haasten zich natuurlijk altijd 's middags naar hun privépraktijk waar het prettiger toeven is. Ja. Maar dus Connie Helder, de geweldige minister van Volksgezondheid, die heeft dus eigenlijk wel gelijk, nee ongelijk, toen ze zei, we moeten er maar aan wennen dat het einde een rafelig randje zal hebben. Maar dat is geen rafelig randje, dat is een verschrikkelijke rafelige grote rand. Nou ja, of een koude robot die niet doet wat hij moet doen. Dat is ook geen oplossing voor de juist... Die vertroostingen. Die vertroostingen en de menselijke nood en maat die je uiteindelijk nodig hebt. En dat is geen hogere technische gezondheidszorg. Dat is gewoon iets liefs. Dit klinkt allemaal heel somber voor iedereen in de zaal. Het is wel de realiteit. Ook nog iets te positief keren. Kunnen jullie het mooier maken dan het is? Nee, maar de zomerleer gaat de borrel jullie vertroosten, dus ook vertroosting. Maar Sander, even, als Peter al zegt, ja, iedereen wordt hier somber van. Ja, dan word je ook. Ik bedoel, je leest de krant en je denkt, jezus, moet het allemaal zo? Nou, wat doet het met je als je... positief perspectief. Ja, maar wat doet het met je als je als arts op deze manier moet werken? In zo'n ziekenhuis? Nou ja, ik wil het anders. Ik wil wat Angela zegt. En dat er zijn en die compassie, dat is het centrum van zorgverlening. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is veel belangrijker, vind ik persoonlijk, als al die chemo-immunotherapie die wij geven. Wat eigenlijk het verzoek is, het grote verzoek is, vertrouw ons. Dat vertrouwen, dat mist zo erg. Wij worden zo ontzettend... elke 5 minuten moet een thuiszorgverzorgende opschrijven wat ze doet. Dat moet eruit. En geef ons de ruimte en de tijd en de vrijheid. Misschien dat een aantal mensen daarvan profiteren in de thuiszorg. Die charlatans, die thuiszorgorganisaties. Maar geef ons de ruimte en de tijd om gewoon de zorg te verlenen zoals wij
denken dat dat moet. Want wij snappen dat. Maar dan moet de zorg aan de overlegtafels die er iedere keer zijn over hoe het verder moet met de zorg. En dan hoor je heel vaak van bijvoorbeeld verpleegkundigen en zo. Waarom worden wij nooit uitgenodigd? Ja, nou ja. Precies, precies. Dat is een heel belangrijk punt. Ja. Want dat is ook een van de redenen dat verpleegkundigen de zorg verlaten. Gebrek aan autonomie. Want dat is voor heel veel vakgebieden die je kan beoefenen, is dat ontzettend belangrijk, het idee dat je er in je werk toe doet. En als je alleen maar overspoeld wordt door allerlei richtlijnen en zelfs gecheckt wordt of je wel alle die richtlijnen, al die vinkjes hebt afgelopen, als dat je dagelijkse werk wordt, dan kijk je wel uit om dat te doen. Dan ga je maar ik denk dat de belangrijkste verandering uiteindelijk moet komen van u. Zo heb ik ook in de zorg voor de vrouwelijke hartpatiënt. Uiteindelijk heb ik niet van mijn collega's of van anderen het meest geleerd over goede zorg voor vrouwen met hartklachten. Uiteindelijk heb ik het van de patiënten zelf geleerd die tegen mij zeiden, waarom geeft u mij geen antwoord en waarom weet u gewoon niet wat ik heb? En uiteindelijk bent u de premiebetaler en degene die de zorg consulteert, bent u degene die het kan veranderen. U moet het gewoon niet meer accepteren als dingen op zo'n manier verlopen als waar we nu naartoe gaan. Dus de patiënt zelf moet ook veel mondiger worden, zeg je? Natuurlijk. En schrijf die klachtenbrieven maar naar het ziekenhuis. Laat ze er maar over struikelen. U kunt ook een mail sturen. Uiteindelijk is dat de manier waarop het systeem, want van bovenaf gaat het niet veranderen. Maar is het ook zo dat jullie voor moeilijke keuzes staan, dat je bijvoorbeeld bepaalde zorg niet meer moet verlenen omdat het te weinig zo dan de dijk staat? Nou ja, ik durf daar wel een wat impopulair standpunt in aan te nemen. Kijk, ik behandel heel veel mensen met uitgezaaide longkanker. En dat is een hele heftige ziekte waar mensen kort nog mee te leven hebben. En ik geef hun immunotherapie. En dat kost 7.000 tot 10.000 euro per maand, die behandeling. Het gaat om hele grote aantallen patiënten. En heel vaak denk ik, jeetje, wat gaat er veel geld in uit en wat winnen we ermee? Hè? Soms een aantal maanden, soms gelukkig een jaar of misschien wel 2 jaar. En maar dat geld wat daar naartoe gaat, dat kan niet naar die thuiszorgverpleegkundige die voor een stervende patiënt zorgt. En dat vind ik lastig. Daar zit ik in een tweespalt in. Maar jij mag dat niet kiezen, denk ik. Ik kies dat niet. En de patiënt gaat natuurlijk voor zijn eigen kans. Ja. Zeker. Maar er is dus, denk ik, een maatschappelijk dilemma. Wat gaan we belangrijk vinden in de toekomst? Ja, maar er zijn toch steeds meer assertiever ook oudere patiënten die zeggen, luister, dit en dat, dat wil ik gewoon niet. He, ik heb ook fantastische oudere dames gehad op mijn spreekuur. Die zeiden van ja, ik heb dan wel dat hartprobleem. Maar luister, als het komt tot een operatie, dan zeg ik, dat wil ik allemaal niet meer. En ik vind, dan kunnen wij wel zeggen van ja, nee, maar we kunnen dat technisch prima doen. Ik vind het ook te respecteren als iemand op een gegeven moment zegt, dat doen we niet. En daarvoor moet je toch wel een iets, misschien wel oudere, gerijpte arts zijn. Want jongere dokters die denken van ja, maar ik moet dit doen, want we kunnen die klep erin zetten. En dat betekent dus ook dat we ook met een jongere generatie veel meer het gesprek aan moeten. Dat het de klant, de patiënt, dat die een belangrijke stem heeft gewonnen. Nee, ik vind dat overigens niet afhankelijk van de leeftijd. Ik zie een hele jonge generatie medisch specialisten opstaan die gelukkig die palliatieve zorg omarmen. En palliatieve zorg is niet alleen goed zorgen voor stervende mensen, maar ook ervoor te zorgen dat je af en toe niet doet wat misschien kan. Maar vind je ook dat de politiek erin moet kiezen? Want dat is een taboe ongeveer. Het is een taboe om dit te zeggen. En daarom zeg ik het. Maar ik denk dat de politiek dit wel moet volgen. Niet alles wat mogelijk is, dat moeten we ook doen, denk ik. Oké. Ja. Jij vroeg op zich. Ja, jij vroeg om een beetje hoopvol perspectief. Mijn hoopvolle perspectief zit erin dat er nog steeds artsen rondlopen, zoals. Ja, jij doet nog ontzettend veel werk, hè, ja. Angela. Dat was Angela en dan Sander. En wat ontzettend fijn dat jullie hier aan tafel kwamen om met dit enorm ingewikkelde hoofdstuk te praten. Is dat weer afgelopen? Ja. Had jij nog één hartekreet willen slaken dan? Nou ja, aan alle lieve vrouwen hier in de zaal, neem uw klachten serieus als u ze heeft. En laat u niet afschepen met een verhaal dat u minder stress moet hebben, maar naar de psychiater moet gaan. Want alle klachten, zeker van vrouwen, dienen we serieus te nemen. Oké. Nou, Sander, jij nog?
Stoppen met roken allemaal? Nou ja, dan wil ik één ding zeggen. In mijn vak gaat het vaak van wat mensen die uitgezaaide longkanker, als ik die diagnose vertel, dan vragen ze altijd hoe lang heb ik nog? En ik probeer in de vervolggesprekken de vraag anders te maken. En dat is vooral hoe goed heb ik nog? Kwaliteit van leven is misschien wel belangrijker dan overleving. Oké, wat fijn. Ja. Boas, ben je er nog? Ja. Wij wachten op je. We krijgen ook nog muziek en film. Ja. Without you, I'm lost at sea. I'll twist and turn each way just until we can dance the night away. I'll kiss you goodnight.
dames en heren. Het klapstuk waar jullie altijd ontzettend op zitten te wachten. Hier is die Frans Michelbreen. Nou, probeer hier maar wat soep van te maken vanmiddag, hè? Beste Achterhoekers, het is zondag 10 maart. Het is buiten 15 graden en je voelt aan alles, het is lente. De natuur is uit zijn voegen gebarsten. En bij iedereen worden de hormonen eindelijk weer wakker. Ik zie mensen huppeltjes maken die je normaal nooit huppeltjes ziet maken. Ik zag bij het aanvang mensen hier de trap afkomen zoals alsof Epke Zonderland zich aan het warm turnen was. Want jullie zijn gelukkig wel hier. Niet zoals die andere Achterhoekers die rondfietsen in de Achterhoek en dan niet naar Piment gaan. En we hebben een geweldig programma over palliatieve zorg, opkomst van rechts in Europa. Met andere woorden, het wordt een feestje. Maar de lente is ook niet meer als vroeger. Waar zijn de lentes gebleven die het toe deden? Vroeger hadden we pas lentes. We hadden de Praagse lente, we hadden de linkse lente van Latijns-Amerika. Maar de lente in Europa komt niet van de grond. De politieke krokussen worden de grond ingestampt door rechts. Had ik thuis al bedacht, hoor, deze. De lente wil in Europa niet echt doorbreken, zeggen de bescheiden mannen aan tafel. Want de Green Deal, dat is nog geen kattendrek. Daar hebben we het allemaal wel over. Maar de consequenties, dat is nog wel een dingetje. Wat er in Europa wel niet allemaal aan de hand is. En die Green Deal gaat allemaal over de rug van Stef Boer. Dat is mijn garagehouder in Terborg. Maar het gaat in Europa alleen maar over Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne. En je hebt Poetin en je hebt Trump en de ontregeling van onze verkiezingen. En daar zijn die twee goed in. In Europa is het gewoon winter en het blijft winter. Daar is geen lentefeestje van te maken. Zelfs de Grieken kunnen er geen feestje van maken. Terwijl het in Athene nu 21 graden is, terwijl we hier zitten. En die 2% NAVO-norm moeten we halen, maar ja, dan hebben we nog onze gasverslaving. En het wordt alleen maar meer. De Chinezen kapen alle grondstoffen. Daar leveren we ons gewoon helemaal aan uit. En de Zweden moeten de mijnen weer opengooien voor de grondstoffen. Voor de energietransitie. Maar die willen dat niet. En die Mongolen, die willen dat ook niet. Maar die letten niet op. En Europa heeft geen grondstoffen. En de mannen gaan maar door. Mijn lentegevoel zit echt helemaal in het afvoerputje. De boeren zijn in paniek, de christendemocraten zijn in paniek, Timmermans is in paniek, Europa is in paniek, de dieselindustrie is in paniek en ik ben ook in paniek, want hier is geen soep van te maken. En het beleid is dat Europa en de Green Deal een monster is en Europa moet een duidelijke visie hebben. Daar waar Europa de eensgezindheid in kan laten zien. De visie. En ik denk de Eurovisie. Waarom begint nou geen een van deze mannen hier aan talen over Europapa? Daarin kan Europa laten zien dat we er met z'n allen voor staan. Zet hem op en de hele zet dat plaatje op en de hele zaal huppelt hier de hele tent door. Maar ja, dat gebeurde niet. En toen ging het over de afkeer van links en de haat naar Timmermans. Met andere woorden, waar hebben wij kameraden het laten liggen? We hadden het toch behoorlijk op de rit, wij rode rakkers dat we waren in die goede, mooie, oude linkse tijd. Want we hebben fouten gemaakt in het verleden. Maar dat wisten we al. En de hele zaal voelt zich niet elitair. En als ik de zaal zo bekijk, dan denk ik, als ik daar straks een linkse hashcake voor gebakken zou zijn, dan wordt het nog laat vanavond met dit feestje. En dat komt allemaal door migratie, de buitengrenzen van Europa. En die gasten in Tunesië, daar is geen deal mee te maken. En dat weten wij allemaal, want vroeger, die vroegen al veel te veel voor een stukje stuf. Betere deals, daar gaat het om. Want dan komt het niet, maar dan komt het niet van de grond door die nozems van de VVD. Maar complex is het wel. Vroeger hadden we de kruisraketten. Dat was een stuk simpeler. Daar was je tegen. We hadden toen ook al stickers met nee. En toen snapten we het allemaal. Nu snapt niemand er meer wat van. En roepen we om mensen die het wel snappen. Een wethouder Hekking zou daar heel goed in staan. En Bob Dylan die zong toen that the times will be changing. Maar nu is het Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne. En dat is toch een heel ander nummer. En Wilders gaat optreden in Bulgarije. Dat is toch ook heel anders. En het zit eraan te komen dat Boudewijn de Groot zijn nummer, meneer de president, een compleet nieuwe tekst moet gaan schrijven. Slaapslacht, meneer de president.
En Dylan sluit Timmermans uit. Hoezo, hoezo, hoezo? En ik voel weer een nieuw nummer aankomen. Hoezo, hoezo, hoezo? En dat nieuwe, die nieuwe protestsong, die wordt dan gezongen door onze eigen Wopke. Ja, wel blijven opletten, hè? Maar gelukkig na de pauze was het luchtiger. Gezellig over de zorg en de vrouwen in de zorg. Baas in eigen zorg en de palliatieve zorg. Het verdriet om te sterven zoals je niet wil. Geen plek voor de dood. En dat is de schuld van mannen. Die kijken alleen maar naar hun eigen lichaam. Die hebben niet eens in de gaten dat er nog iets anders rondloopt dan mannen. We worden ouder met consequenties, want alles wordt stijver, behalve de seks. En mannen die kijken daar niet naar. Die denken alleen maar aan zichzelf. En daarmee doen ze de vrouwen tekort. Maar als de mannen het niet snappen van vrouwen, van het lichaam van de vrouwen, dan sturen ze de vrouwen naar de psychiater. Want vrouwen praten veel en hebben heel veel tekst nodig. En 80% van de schildklierpatiënten zijn ook vrouw, maar daar denken de mannen ook niet over na. Dan sturen die vrouwen ook weer naar de psychiater. En dan praten de vrouwen dan maar weer door en praten door. Maar dat kan niet, dat mag niet. In ieder geval niet van Wopke, vanwege de tijd. En het kapitaal trekt de gezondheidszorg omver. Het zijn de rijken die die FTE's helemaal naar zich toe trekken. Daar moeten we links mee omgaan. En ik denk, dat is mooi. De gezondheid is pervers. Het loopt spaak. We moeten naar een ander stelsel. De jaren 60. Patiënten, alle landen, verenigt u. Nou ja. Geef ze een joint en ze rennen de eigen rollator voorbij. Geen wantrouwen meer, maar love, peace en understanding. We moeten weer de ballen hebben om te veranderen. Verzorgers, alle landen, verenigt u. Dat systeem moet om. En mensen die ongezond leven, leven 15 jaar korter. En die moeten we coachen. En die moet je helpen. En daar moet je geen grappen over maken. Waarom is de zorg zo? Hoezo? 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 Ik moest ineens denken aan dat hitnummer van onze eigen Wopke. Ik denk echt dat het hitpotentie heeft. En in een slingeland, daar krijg je alleen een uitreikkaart als je meedoet aan medisch onderzoek. Andersom. Mevrouw, ja, hallo, nee, ik heb het een beetje veranderd, zodat het leuker zou zijn. Ja, bedankt allemaal, hè. Ik ben er bijna. Onze zorg, het is gewoon de schuld van het kapitaal zoals het nu gaat. De hele zaak loopt vast. Probeer niet te sterven in december, want dan is het budget op. De zorg gaat helemaal vastlopen. Over 30 jaar moet 1 op de 3 in de zorg werken. We kunnen het niet mooier maken dan het is. Het is niet vrolijk, maar we hebben wel dadelijk een borrel. En als we dan dadelijk op de borrel daar allemaal heel veel van drinken en er goed feest van maken, dan leven we 15 jaar korter. En is er geen enkel probleem. Drink om de max uit je leven te halen. De vette hap als laatste paginaal. Maak er maar een feestje van. Want u bent degene die de premie betaalt. En u moet klagen en brieven sturen als patiënt. Maar alleen de mannen. Als vrouwen dat doen, dan worden ze weer naar de psychiater gestuurd. Hoezo, hoezo, hoezo? Want het gaat om je lekker te voelen op je oude dag. Dan maar zonder klep. Vrouwen voorop in de strijd en laat ze je serieus nemen. Roep tegen de dokter die rare dingen wil doen. Hoezo, hoezo, hoezo? Beste mensen, blijf elke dag feesten tot je bij neervalt. Begin elke dag met een huppeltje. Lever de lentekriebels in je onderbuik. Je laatste levensdagen loop je in polonaise met je dierbaren. En loop niet in de valkuil om nu te stoppen het uitbundig te vieren van het leven. Om er daarna achter te komen dat de verlenging alleen maar uitzichtsloos lijden was. Drink een goed glas op het leven. Dit was Piment. Laten we proosten. Hup, met z'n allen naar de kantine. Tot dan. Dran. Dankjewel, Frans. Je hebt van een ingewikkelde middag toch weer wat moois kunnen maken. Dankjewel. Ik begrijp dat het lastig was deze keer. Ik voel met je mee. Jullie bedankt dat jullie er allemaal waren. En ik bedank ook natuurlijk het team, wat heel hard gewerkt heeft om deze middag weer voor elkaar te krijgen. De sponsoren, ook heel erg bedankt, want zonder jullie was het ook niet gelukt. En ik zou zeggen, mensen, ik vergeet vast weer mensen te bedanken. Oh, Open Webcast. Willen jullie terugkijken? Openwebcast.nl. En geef anders door als mensen zeggen, goh, hoe was het Piment? Dan zeg ik, kijk maar op webcast.nl. Dat snapt iedereen. Heb een fijne borrel, heb een prachtige zomer en we zien elkaar weer. Dank jullie wel. Dag. Ja.